Dames en heren, van harte welkom bij deze bijzondere avond van Wij Maken Nederland. Over de grote verbouwing van Nederland en het verbinden van beleid en praktijk. Mijn naam is David van Zelm van Eldik, in het dagelijks leven programmaleider Ons Landschap voor het Rijk, Binnenlandse Zaken en vandaag uw moderator. We hebben het over Wij Maken Nederland, een heel bijzonder gezelschap van landmakers dat is ontstaan in het jaar van de ruimte, 2015. Weet u het nog? En het jaar waarin wij eigenlijk één vraag centraal hadden. Wie maakt Nederland? Het antwoord kwam met dit collectief, dit platform, Wij Maken Nederland. En vandaag is een bijzondere dag, omdat we eigenlijk ook de laatste bijeenkomst hebben van het platform. En dus eigenlijk daarmee ook een beetje afscheid nemen van een bijzondere tijd samen. En we gaan eigenlijk drie dingen doen. Vandaag gaan we allereerst terugkijken. We gaan kijken van hoe is het ontstaan? Wij maken Nederland. Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat waren de hoogtepunten? Maar we gaan ook oogsten. Afgelopen twee jaar is er heel hard gewerkt aan een aantal leerlijnen rondom relevante thema's. Is met een heel divers publiek aan mensen is geleerd, is onderzocht, is verkend, zijn excursies geweest, is gedebatteerd. En we gaan kijken wat het heeft opgeleverd. En tenslotte gaan we ook natuurlijk vooruitkijken. Want het maken van Nederland is na vanavond allerminst klaar. We gaan daar gewoon mee verder. En hoe gaan we dat doen? En die blik, die delen we ook met elkaar. Gelukkig doen we dat niet alleen met mensen hier vandaag in de studio, maar we doen het ook met u thuis. Dus iedereen die kan meepraten, die kan vragen stellen, gebruik daarvoor de Mentimeter. Dat is www.menti.com. En dan komt de code, die komt nog een paar keer terug, dus u hoeft hem niet op te schrijven. 6992046. En met die code kan iedereen eigenlijk gewoon deelnemen en zijn we eigenlijk met een hele grote groep vandaag bijeen. Ik heb een aantal gasten aan u voor te stellen waarmee we dat gesprek gaan voeren. En allereerst de mensen hier aan tafel, van harte welkom. Hanne-Laura Pasdottir, programmaleider van Nederland van Morgen, een mooie hoopvolle naam vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Paul Gerritsen, agent van de vereniging Deltra Metropool. Dat is als een hele mooie titel. En eigenlijk onze gast hier vandaag, Egbert Fransen, Pakhuis de Zwijker. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Misschien even met jou beginnen, Hanne-Laura. Want jij was natuurlijk vanaf het allereerste begin bij het Jaar van de Ruimte 2015, samen met Hans Leeflang. Kun jij vertellen vanuit welke intentie dat is ontstaan? Ja, dankjewel David. Dus ik vind het een hele spannende avond en mooi om terug te blikken op die afgelopen zes jaar. Dus eigenlijk moeten wij terug naar 2015, 2016, toen we bezig waren met inderdaad Wij Maken Nederland, met de start van een nationale omgevingsvisie. Toen hadden we eigenlijk geen idee van wat zijn nu de grote opgaven. Wat zijn de onvermijdelijke opgaven waar wij voor staan als Nederland? Daar stond eigenlijk Wij Maken Nederland voor, om te kijken welke opgaven zijn dat. Maar ook hoe kunnen we vanaf Den Haag verbinding maken met de samenleving. Dat was echt nodig op dat moment. En zo zijn wij in contact gekomen met Egbert, met Paul, Vereniging Delta Metropool, met Wink, Platform 31, om te kijken hoe kunnen wij die grote publiek ook bereiken. Hoe kunnen wij het samen in het gesprek voeren? En toen was echt geen sprake van een klimaatmars of andere oplopen op straat. Dus dat bestond in die tijd echt niet. Dus wij zagen met het Jaar van de Ruimte, wat 2015 was, Wie maakt Nederland, dat eigenlijk heel veel mensen bezig waren met Nederland. Dus we hadden elke week, we hadden met Hans Leeflang elke week een overleg. En we hadden een lijst vol met de agenda. Dus iedere dag was er iets. Dus, en wij gingen als team dus alle evenementen opzoeken. En aan het einde van het jaar was heel duidelijk dat wij niet alleen vanuit Den Haag, maar met de hele Nederland bezig waren om te werken aan die opgave. En ik denk dus dat is wat heel mooi was. En dat liep parallel met die nationale omgevingsvisie, wat wij maakten op het nationaal niveau. Om te kijken van hoe kunnen we Den Haag en de samenleving echt verbinden aan elkaar. Maar niet alleen dat, maar ook beleid en praktijk. En daarom zijn wij die landmakers gaan benoemen. En echt actief te brengen in het debat, in het beleidsdebat. Ja. En vervolgens was er dus een aantal organisaties, Pakhuis de Zwijger, Vereniging Delta Metropool, maar ook adviesbureau Wing
en Platform 31, die samen zeiden van wij willen zo'n platform wat gaat over de ruimtelijke toekomst van Nederland wel samen dragen. Misschien toch even, Paul, om te beginnen met jou. Wat maakte nou dat jullie zeiden van ja, dit is een mooi idee, hier gaan we ons gewoon aan verbinden. Wij gaan dit helpen dragen. Nou ja, Hanne-Laura zegt het natuurlijk eigenlijk al. We merkten dat die opgave, dat we die eigenlijk een beetje miskend hadden te veel. En dat die urgentie die sprak uit die analyse die we met elkaar maakten gedurende het jaar van de ruimte, dat die zo hard aankwam eigenlijk, dat we dachten van ja, maar hier moeten we gewoon de handen ineens slaan en dit moeten we gezamenlijk oppakken, want het is echt noodzakelijk. En dus dat gevoel van urgentie, dat heb ik overigens nog steeds, hè. Dat is eigenlijk echt niet weg. We kunnen zeker niet op onze lauweren rusten. Er is echt nog heel veel werk aan de winkel, maar op dat moment en nog steeds denk ik is het echt heel belangrijk om te zien dat we deze kwesties niet kunnen overlaten, zoals we misschien vroeger dachten, aan de nationale overheid, aan het Rijk die het wel oplost, maar dat we daar ook zelf verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Ja. En die brede dialoog daarover ook continu moeten opzoeken en kijken of we op die manier ook echt gezamenlijk verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ja, want dat is ook eigenlijk misschien wat het voornaamste doel van de vereniging Delta Metropool. Absoluut, om die dialoog constant te blijven voeden. En dit was een mooi vehikel. Ja, absoluut. Dus het is natuurlijk onze core business. We hebben natuurlijk een zekere achtergrond en geschiedenis. Die draag je altijd een beetje met je mee. Maar ik geloof ook dat de afgelopen jaren in die samenwerking ook weer is veranderd. En dat we op die manier ook onszelf hebben opnieuw hebben uitgevonden. Dus, ja. Dank. Egbert Fransen, jullie hebben natuurlijk als pakhuis de Zwijger ook een rol in het constant voeren van het debat. Maar ineens kwamen er al die ruimtelijke ordenaars. Die waren bezig met de nationale omgevingsvisie. Die hadden het jaar van de ruimte. Wie maakt Nederland? Ook jij voelde je aangesproken. Jij stak ook je vinger op van wij maken Nederland. En wij willen ons hieraan verbinden. Wat heeft dat? Nou, voor ons liepen twee zaken parallel op. Wij hadden al enige jaren daarvoor besloten om ons als pakhuis de Zwijger vooral te richten op de stad. En op de stad van morgen, de stad van de toekomst. Toekomst van het stedelijk gebied, regio. En dit kwam eigenlijk heel mooi bij elkaar, omdat steeds meer ons begon te realiseren, ja, die stad in zichzelf en zelfs de stad in relatie tot de regio kan je heel veel voor elkaar krijgen, maar je hebt dat landelijke en zelfs het Europese en mondiale niveau nodig. Maar zeker die verbinding met het land. En dus tegenwoordig is ons platform ook niet meer de platform van de stad van morgen, maar stad en land van morgen, omdat die relatie echt continu benadrukt dient te worden, eigenlijk in alle grote opgaves die er liggen. Ja. Dus die twee energieën kwamen mooi bij elkaar. En wij hadden al in de aanloop daartoe, waren wij al met het fenomeen stadmaken bezig. In lijn daarmee. En overigens niet alleen maar in het Amsterdamse, ook in het Nederlandse. In die tijd hadden we 36 stadsambassades in het land. En ook op Europese schaal. Dus die energie van samen die stad maken, samen het land maken, daar zaten we eigenlijk al middenin. Dus het sloot fantastisch bij elkaar aan. En vooral het samenwerken met partners die dan daar de toegevoegde waarde ook hebben, waar wij het veel minder onze focus op hadden liggen op dat moment, maakte het heel erg interessant. Ja, en ik weet niet of je toen al dacht dat je het 6 jaar zou gaan doen met Nee, maar ik had ook niet gedacht toen ik in 2006 hier met Pakhuis Zwijger begon, dat we 15 jaar later hier nog zouden zitten en nog steeds zouden doen. En ik sluit aan bij wat Paul aangeeft, is dat de urgenties alleen maar toenemen. Ik bedoel, we zijn nog lang niet klaar. En sterker nog, we beginnen net. Het wordt alleen maar urgenter. Dus er is ons nog wel iets te doen, ook na vanavond. Zeker, zeker. Maar laten we nu even nog terugkijken naar die afgelopen 6 jaar. Hè. We hadden natuurlijk toen eigenlijk net een nieuw kabinet. Er was een ambitie om een eerste nationale omgevingsvisie te maken. En toen kwam dus vanuit het netwerk kwam een schaduwkabinet. We zullen u dadelijk aan een echte schaduwminister voorstellen. Dat hou ik nog even geheim wie dat is. Toen kwam een schaduwkabinet en hebben jullie vervolgens daarmee ook een manifest gemaakt. Dat lijkt me toch een van de hoofdpunten dan van dat afgelopen 6 jaar. Heeft dat, wat stond er in dat manifest en wat heeft het teweeg gebracht? Ja, het manifest ging in op de opgaven. Volgens mij hadden wij 8 opgaven of zoiets. Uiteindelijk hebben wij in de NOVI 4 opgaven van gemaakt. Maar die zijn heel erg aan elkaar verbonden. Wij hebben principes, dus waar je eigenlijk echt de opgaven gaat verbinden. En echt in de transitie gaat leren.
Maar ook, ik denk dat dat echt nieuw was, dat wij daar praktijken en landmakers aan verbonden. En ja, ik denk echt, wat wij hebben geleerd met die landmakers, die zijn overal in Nederland. Dus het gaat niet alleen over Amsterdam of Den Haag of Randstad, maar echt overal. Ja, en nu zijn we dus natuurlijk een paar jaar later, het is wel weer een nieuw kabinet in aantocht, dat kunnen we toch wel verwachten, denk ik. Misschien is het manifest ook nog wel relevant dan voor dat nieuwe kabinet. Kun je nog iets ophalen van, nou ja, dat hebben we toen opgeschreven, maar eigenlijk zouden we dat ook graag wel het nieuwe aanstaande kabinet willen meegeven. Misschien Paul? Nou goed, ik denk dat je het zo weer in de brievenbus kan gooien. Oh. Nee, kijk, dat is natuurlijk... Dus aan de ene kant kan je zeggen van, wat is er eigenlijk veranderd? Hè? Want die opgaven die zijn nog minstens zo belangrijk. En we hebben toen al gezegd dat we een andere kant op moesten, hè, enzovoort. Hè? Dat stemmetje, dat hoor je de hele tijd in je achterhoofd. En tegelijkertijd denk ik dat er toch heel veel veranderd is. Dus de evidentie dat het nu op een hele andere manier over die problemen moet worden gesproken, is wel doorgedrongen. Hè. Dus ik denk dat inmiddels van links tot rechts wel duidelijk is dat er iets met die landbouw moet gebeuren. Dat echt niet op deze manier weggerekend kan worden. Het probleem gaat niet weg. Er is inmiddels ook duidelijk dat we niet ruimte in overvloed hebben. Dus dat we echt geen idee hoeven hebben van, nou, we gaan naar een soort van tweede beeld van de Vinex toe. En we gaan weer eens eventjes die woningbouwmachine aanzetten. Dat is een heel andere agenda geworden. Hè? Inmiddels weten we ook, nou, dat het echt beschamend is hoe we met onze energietransitie voorstaan in Nederland. Hè? Dat echt niet langer zo kan. Dus dat verhaal is denk ik wel duidelijk geworden. En dat is wel echt winst ten opzichte van toen. Maar je kan het nog steeds zo in de brievenbus gooien, want in zekere zin is er in de actie niet heel veel veranderd. En dus dat in de nationale omgevingsvisie zeg je, zijn die thema's eigenlijk omarmd en zijn ze goed geadresseerd? Ja, dat is wat Hannelore ook aangeeft. Dat is denk ik echt goed gelukt. Ja. He, dat is echt wel winst. Tegelijkertijd is die Novi natuurlijk echt een papieren tijger. He. Dat is nog helemaal niks zolang het niet in actie komt. En dat kan wel, maar dus daarom denk ik ook, we gaan naar een andere fase toe. En dat is echt heel belangrijk dat daar nu beweging komt. En als die niet van het Rijk komt, dan denk ik dat die ergens anders vandaan moet komen. En ik denk ook dat gebeurt. Dus ik denk dat je dat ook merkt, die onrust die in het land aanwezig is, het ongeduld. En ik denk dat we daar gezamenlijk ook weer op die manier verantwoordelijkheid in moeten nemen. Ja, en als er dan misschien nog iets uit dat manifest, wat dus gaat over, zeg maar, van ambitie naar actie, wat jullie nog nu zouden willen noemen, is er dan iets van, ja, dit moeten we echt eventjes ook in die stap naar het volgende kabinet? Nou, als ik er iets van mag invullen, ja? Ik denk dat er een ander bewustzijn ook gegroeid is. Hè? Je noemde het net al, namelijk dat die overheid dat niet alleen kan. Sterker nog, dat ze eigenlijk heel veel verschillende partijen daarbij nodig hebben. Ik denk dat bewustzijn gegroeid is en dat ook heel veel van die partijen, van grote partijen, relevante, massieve partijen, maar ook heel veel kleine initiatieven in buurten, wijken, dorpen, op het platteland, maar ook in de grote steden, in de buurten, wijken, hebben laten zien dat je op superlokaal niveau echt het verschil kunt maken met betrekking tot die vraagstukken. Dus ik denk dat echt gegroeid is. Maar waar we lang over doen, althans dat voelt zo, is om dat ook werkelijk vorm te geven en die relatie tussen systeemwereld en leefwereld goed gemodelleerd te krijgen. En ook de relatie, dat komt in zoveel voorbeelden, manifesteert zich dat tussen markt en overheid, waar het marktdenken en het marktfunctioneren zo is doorgeslagen en het publieke nogal te lijden heeft gehad. En ik denk dat met dat bewustzijn en met een, denk ik, ook toegenomen bewustzijn op de complexiteit van heel veel van de vraagstukken. En dat het geen zin heeft om één vraagstuk alleen te benaderen, maar dat je echt veel meer op een holistische manier naar die opgaves moet kijken. Ik denk dat we dat in die afgelopen jaren zeker hebben geleerd, bewustzijn hebben verkregen, vergroot. Maar dat het echt doen, van hoe doe je dat dan? Ja. Dat handelingsperspectief wat daarbij hoort, daar hebben we nog wel even
hebben we een aantal grote stappen nog te zetten. Ja. Misschien nog even een ander product waar ik me kan voorstellen dat het wel een van de hoogtepunten is geweest van 6 jaar. Wij maken Nederland, dat waren de regioreferaten. Dus we hebben ook die schaal van de regio heel duidelijk naar binnen gehaald. Vanuit een aantal regio's is eigenlijk gerefereerd op wat er op die opgave. Kun je daar misschien zo iets over vertellen wat dat was en wat dat heeft betekend? Niet Hanne-Laura of nou, ik denk dat het heel mooi was dat wij juist regionale praktijken, waar het wel goed gaat, waar die urgentie heel erg gevoeld wordt en waar inderdaad die actie echt in staat, zoals bij Wageningen, Arnhem, Nijmegen. Dus dat daar echt de voetwallee ontstaan is en daar zie je gewoon hele goede ontwikkelingen. Maar dat gaat niet zonder de agendering en die mensen die in de regio zitten, dat die echt samen gaan werken. En dat hebben wij heel goed gezien. Ja. Maar hoe kan dat ook in andere regio's? Dus dat hebben we gedaan op 3-tal thema's volgens mij. Maar vul me aan, Paul. Ja, nee, ja, goed. Ik vond het ook interessant dat we daarmee het gesprek op een ander schaalniveau krijgen. Minder abstract. Het gaat echt over wat zo'n regio beweegt. En tegelijkertijd kwam dat ook net in die beginfase van die nationale omgevingsvisie echt goed aan. Dat er echt een aantal dingen aan het verschuiven zijn. In die tijd werd ook erg gesproken dat die nationale omgevingsvisie iets is wat niet een rijksomgevingsvisie is, maar echt een nationaal verhaal. En daar sloegen toen heel veel mensen op aan. Ik denk dat dat was een heel positief moment ook in die ontwikkeling van die nationale omgevingsvisie. Ja. En die schaal van die regio, die is toch wel volgens mij nu, die hebben we omarmd met z'n allen, van dat het daar gebeurt. Ja, ik denk dat positief. Nee, maar ik denk, je weet het denk ik zelf ook. Weet je, toen we naar Leeuwarden gingen met Places of Hope, met zo'n tentoonstelling waar wij die regioreferaten hebben gepresenteerd. Ja, daarvoor was iedereen, wat wil je doen eigenlijk in Friesland? Waarom ga je daarheen? Weet je, en ja, dat zeker is echt volledig veranderd. Dus we hebben heel veel geleerd van wat die Friesen aan het doen zijn. We hebben ook heel veel geleerd uit andere regio en regio's met elkaar. Nu ook in Heerlen met de IPA Parkstad, oogst van 8 jaar IPA, hebben we ook veel geleerd. Hoe kunnen wij omgaan? Dat is misschien ook een mooi bruggetje naar de leerlijnen die we zo gaan bespreken. Exact, we gaan zo naar de leerlijnen. Die hebben ook natuurlijk een heel duidelijk regionale component. Maar misschien nog even tenslotte, we gaan nu dit proces van 6 jaar samen in deze configuratie in Nederland maken, gaan we maar sluiten. Het houdt in die vorm op te bestaan. Wat was eigenlijk de reden voor jullie als dragende partij om te zeggen van nou, het is nu even klaar? Ja, ingewikkeld. Want eigenlijk zou ik niet willen dat het klaar is, omdat de coalitie een interessante is. Ik denk dat die wel inmiddels veel ruimer zou moeten worden opgezet. En waar ik wel gelukkig van ben, is dat op allerlei verschillende vlakken, en dat vraagt om een soort heroriëntatie. Ik bedoel, als ik zie wat bijvoorbeeld Rijksbouwmeester Floris Alkema de afgelopen jaren gedaan heeft, wat voor mij heel erg aanvullend is geweest bij de bewegingen die wij met dit platform tot stand hebben gebracht. Het is op heel veel plekken. En het vraagt wel, naar mijn idee, om dat, vooral wat jij noemt, Anne-Lara, dat leren, hè, dat continue leren, om dat wel op een andere manier vorm te geven. Want daar ligt wel de crux. Want de zaken die in Leeuwarden of in Friesland plaatsvinden, in Limburg of in de grensgebieden, daar komt zoveel veel vandaan. En dat onderschatten we, denk ik, zeker in de Randstad. Want daar kijken we toch een beetje nuffig naar. Maar daar worden echt ongelofelijke stappen en bewegingen tot stand gebracht. Hoe we dat leren met elkaar moeten blijven organiseren, ik zou dat met elkaar niet willen verliezen. Nee, dus die dialoog moeten we blijven voeren. Zeker. De oogst van 6 jaar Wij Maken Nederland is natuurlijk te vinden op de website. Die gaat vanavond ritueel op zwart. Maar is die kennis dadelijk ook weg of kunnen we die nog vinden? Het is een beetje een retorische vraag. Ik weet het antwoord al, maar misschien kun jij het vertellen, Egbert. Nee, we kunnen de dingen blijven vinden, maar we zijn natuurlijk ook allemaal aanspreekbaar dagelijks nog in de dingen die we doen. Hè? Zeker. En we bouwen allemaal voort op datgene wat we neergezet hebben met z'n allen, in die gemeenschappelijkheid. En we weten elkaar ook heel goed te vinden. Dus wat dat betreft gaat er niks verloren. En ik hoop echt oprecht dat we de handen in één blijven slaan, want nogmaals, de uitdagingen die zijn er niet minder zo mega groot. Nee, precies. Ja. Maar goed, in ieder geval, de geruststellende gedachte is ook dat
al die kennis die is verzameld, al die verslagen, al die podcasts, al die essays zijn allemaal te vinden. Die gaan onder de site van Pakhuis de Zwijger in op een aparte plek. In het domein, in een dossiermap. Ja, dus dat is zeker. Dus iedereen kan hem nog wel vinden. Dus dat is mooi. Goed, nou laten we dan volgens mij van terugkijken doorgaan met het oogsten. Je zei het al, afgelopen 2 jaar is er heel hard gewerkt langs een aantal leerlijnen. Dat waren bijeenkomsten van mensen langs 3 thema's op onderwerpen waarvan ik, als ik ze dan lees, denk van, oh, dat zijn toch wel interessante combinaties, hè? Duurzaamheid en demografie, democratie en energie, grensoverschrijdend werken. Niet op voorhand logische combinaties. Hanne-Laura, kun je ons meenemen? Hoe zijn jullie gekomen op het vinden van deze thema's, dat er op deze thema's echt moest worden geleerd tussen beleid en praktijk? Ja, interessant. Ik denk, wat we hebben net gesproken, dus die opgaven zijn echt verbonden met elkaar. Dus dat zien we steeds meer. En deze thema sowieso voor het ministerie van BZK was het logisch, omdat bij het vorige nog demissionaire kabinet zijn we als ruimtelijke ordening naar een ander departement gegaan, namelijk Binnenlandse Zaken. Daarvoor staat voor infrastructuur en milieu. En dat levert een aantal andere nieuwe verbindingen op voor ons. Dus bijvoorbeeld democratie of veel meer met krimpvraagstukken, wonen sowieso, waren we minder mee in contact gekomen. Dus die leerlijnen, heb ik gezegd, daar kunnen we echt heel snel verbindingen maken met die intern, met die combinaties. Maar wij hebben ook een programmaraad neergezet, waar wij heel erg met die regio samen, met die praktijk en met kennisinstellingen deze leerlijnen gaan opzetten. Dus wij hebben een soort format gevonden voor die combinatie, waar wij echt beleid en praktijk aan elkaar verbinden en waar wij referaten vanuit de wetenschap ook hebben georganiseerd. Ja. Oké, dankjewel. We gaan ze zo meteen 1 voor 1 en gaan we ze langs. Allereerst onze nieuwe gast, welkom heten, Pallas Achterberg. Je hebt een hele interessante functie. Je bent Challenge Officer vanuit Alliander. Dat zouden we toch allemaal wel willen zijn, denk ik. Maar ook dus, daar is hij al, zeg maar de schaduwminister voor energie geweest in het Wij Maken Nederland netwerk. En heel actueel ook lid van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur, daar komen we ook nog over te spreken. Van harte welkom. Jij zal ook reageren dadelijk. We gaan dadelijk op de 3 leerlijnen gaan vanuit 3 perspectieven reflecteren. Vanuit het beleid met Hanne-Laura, vanuit de onderzoekskant met Paul en Pallas vanuit meer de praktijkkant. Dan zou ik graag een andere gast willen introduceren. Van harte welkom. Maarten Hoorn van Platform 31. Jullie hebben als Platform 31, als een van de dragende organisaties, de leerlijn over duurzaamheid en demografie getrokken, opgezet en geleid. En jij gaat ons meenemen in wat dat eigenlijk heeft opgeleverd. In een korte pitch. Ga je gang. Ja, David, dankjewel. Ja, de leerlijn duurzaamheid en demografie. Dan denkt u misschien ook, wat Hanne-Laura net ook al aangaf, goh, wat is dat voor een combinatie? Maar ik denk dat dit juist ook het zoeken is naar voorbeelden hoe je verschillende opgaven met elkaar kunt combineren. En daarin merkten we ook dat de combinatie tussen duurzaamheid aan de ene kant, vanuit energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en demografische vraagstukken, dan denken we aan de ene kant aan krimp, maar ook aan vergrijzing of veranderende bevolkingssamenstellingen, dat die combinaties niet zo heel snel werden gemaakt. En telkens op het moment dat we met verschillende mensen in het veld, vanuit het beleid spraken en het over deze combinatie hadden, zei iedereen, god, eigenlijk wel een interessante combinatie waarvoor we eigenlijk geen aandacht nog hebben. Voor ons dus de aanleiding om hiermee van start te gaan. Nou, ik neem u mee in deze pitch met de volgende onderwerpen, de aanleiding van die leerlijn, de resultaten en de conclusies. Wat was nou de aanleiding daarvoor? Ik gaf het al aan, de grote verschillende opgaven die er zijn. We wilden meer aandacht geven aan een integrale benadering tussen verschillende opgaven. En we merkten hier al wel de vraagstukken die er werd tussen deze vraagstukken nog geen logische verbinding gelegd. Dus proberen we echt op zoek te gaan naar die verschillende eerste stappen die gemaakt werden. Al pratende, ik gaf het net al aan, duurzaamheid is al een vrij breed begrip. Demografie is ook een vrij breed begrip. Al
ja, pratende kwamen we er al snel wel op uit dat we een focus op aan de ene kant de woonopgave, leefbaarheidsopgave legden. En aan de andere kant op de verduurzaming van de woningvoorraad, het aardgas vrijmaken en de regionale energiestrategieën. Nou, we hebben daar vier verschillende onderwerpen van gemaakt. En merkten daarbij ook dat ja, onderwerpen zijn die niet alleen maar spelen op de plekken waar sprake is van demografische transities, maar dat ook ja, leefbaarheidsvraagstukken in zijn algemeenheid kunnen zijn, die ook in andere buurten, wijken en dorpen kunnen spelen. Nou, we hebben gekeken naar de inclusieve energietransitie, dus hoe kan ook iedereen mee profiteren van de opwek van de energie. Naar de nieuwe economische dragers, hoe kan ook kunnen nieuwe kansen vanuit die duurzaamheid worden gevonden. We legden in deze leerlijn een nauwe focus met Limburg, ook vanuit de gedachte van de IBA Parkstad. De integrale verbetering van de leefomgeving. Hoe kunnen we ook die kwaliteiten van de omgeving daar verder in verbeteren? En we keken naar het passend ontwerp. Hoe kunnen we daar de verschillende lessen uit trekken? Ja, allereerst de lessen vanuit de inclusieve energietransitie. Dit hebben we ook bekeken onder andere aan de hand van de casus van het dorp Stijl in Limburg, vlakbij Venlo. Ongeveer 100 jaar geleden ook volledig zelfvoorzienend was. En dat nu ook ja, op zoek is naar nieuwe perspectieven om weer die volledige zelfvoorzienendheid te hebben. Ik denk dat een ja, mooi voorbeeld van wat net ook al aan tafel werd gezet over de spanning tussen de systeemwereld en de leefwereld, dat ook hier naar voren kwam. Je hebt bepaalde opgaven die je vanuit de overheid hebt, maar ja, hoe kan je dat samen met de samenleving doen? Ja, de quote die daar was is, je moet ervoor opletten dat je niet zegt dat we betere burgers zouden moeten hebben, maar ja, juist moeten kijken hoe je de leefwereld mee kan nemen. Je ziet op het moment dat het over die inclusieve energietransitie en ja, het inspelen op de plekken waar energiecoöperaties staan, dat het snel gaat over een ongelijke ontwikkeling. Dus ja, let ook op de plekken waar geen initiatieven zijn. Die energiecoöperaties die kunnen ook een belangrijke rol spelen in het verspreiden van de kennis. Juist door het verbinden van die verschillende energiecoöperaties aan elkaar. Ja, en Krimp biedt juist ook rondom deze opgave veel verschillende kansen. Er is sprake van leegstand, maar ja, kan je dat juist niet omzetten naar ook mogelijke kansen om op een andere manier met de energietransitie om te gaan? Ja, en daarbij ook Stadslab, Living Labs, die kunnen echt wel een rol spelen om op een andere manier met de duurzaamheid om te gaan. Dan kan juist de gebieden waar demografische vraagstukken zijn een living lab en ook een living lab spelen en ook ons lessen leren voor de rest van het land. Nou, de nieuwe economische dragers, we zien dat veel demografische opgaven, dat toch voornamelijk sociaal-economische en fysieke opgaven zijn. Dus daar hebben we echt gekeken naar hoe kan duurzaamheid daar een bijdrage leveren. We merkten ja, de sociale cohesie. Het kan als het ware het maïzena zijn voor de samenleving. Het kan financieel gezien een motor zijn. En daar waren vanuit IBA Parkstad ook al een aantal goede voorbeelden van hoe je op een andere manier het kan inzetten als economische drager. Ja. Met duurzaamheid als een motor voor de arbeidsmarkt. Het kan ook nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Hoe kan je daar op een andere manier omgaan? En ja, dan is eigenlijk leefbaarheid en omgeving, zoals iemand mooi zei, de accolade. Het is juist daarin de plek waarin, of de omgeving is de plek waarin die energietransitie ook moet gebeuren. Ja, het inzetten op het dubbelruimtegebruik. Ik denk een mooi voorbeeld van een drijvend zonnepark in Lingewaard. Het benutten van de leegstand, wat ik net eigenlijk ook al benoemde. En ja, zeker ook voor de verschillende regio's het maken van een verhaal ook van die regio. Een wenkend perspectief daarin. Nou, dan tot slot de lessen vanuit die integrale verbetering van de leefomgeving. We zagen daar aan de ene kant het wijkniveau. Aan de andere kant het regionaal niveau. Op het wijkniveau veel leefbaarheidsvraagstukken. En ja, om daar duurzaamheidsopgaven aan de kaak te kunnen stellen, is het goed om ook naar die leefbaarheidsvraagstukken te kijken en daar een combinatie mee te maken.
Als het over regionaal niveau gaat, is het snel de omgevingskwaliteit waarnaar wordt gekeken. Hoe kan je er ook voor zorgen dat die omgevingskwaliteit juist door die energietransitie verbeterd wordt? Ja, de omgeving zal waarschijnlijk voor een heel groot deel op de schop gaan. Ja, en dan is de grote vraag de sturing. Met wie doe je het? Wat is precies het doel? Wat zijn ook de verschillende verantwoordelijkheden van aan de ene kant de overheid, aan de andere kant de maatschappij, maar ook het bedrijfsleven? Ja, de conclusie eigenlijk besteedt veel aandacht aan de bewoners. Dus ja, we merkten die synergie van die vraagstukken nog weinig aandacht. Goed om een aantal verschillende opgaven eruit te lichten. De coöperaties die kunnen echt zorgen voor een vergroting van het draagvlak. Maatschappelijke doelen, dat kan het goede uitgangspunt zijn voor die duurzaamheidsvraagstukken in de verschillende wijken. Ja, en hou ook rekening met de kenmerken van de bevolking. De aanpak in Friesland is anders dan de aanpak die je in Limburg kan hebben, omdat de bevolking en de cultuur daar een andere manier is. Ja goed, en een overheid kan zijn inwoners niet kiezen, is iets wat regelmatig terugkwam in die verschillende leergangen. Ik dank jullie wel. Dank je wel. Ja, gelukkig maar. Andersom kan het wel. Ja. Dank, Maarten. Ja, misschien een eerste vraag, Pallas. Een aantal dingen hebben we natuurlijk gezien nu. Met name ook wat mij opviel was de energiecoöperatie, die wordt daar veel genoemd. Lokaal, zelforganiserend, zorgen voor energietransitie kan dus kennelijk ook goed in dat soort gebieden waar de bevolkingsaantallen wat dalen. Hoe zie jij dat? Is die energietransitie nou inderdaad coöperatief echt ook te regelen? Of wat zijn dan de aandachtspunten? Of moeten we daar ook niet te veel van verwachten? Ik ben benieuwd. Als we bijvoorbeeld naar het programma Het Gasvrije Wijken kijken. Nu word ik even minder vriendelijk. Dan zien we dat daar projecten worden neergezet waar vervolgens onder een soort vreemdsoortige druk van die ervaren wordt vanuit wethouders. Eigenlijk is er nog maar één oplossing die dan beschikbaar komt. En dan gaan ze gewoon warmtenetten aanleggen. En dan gaan ze nog ergens kijken of dat er doorheen geduwd kan worden. Nou, in het programma Uitgasvrije Wijk zit wel een soort leeropgave. Maar als je dan komt de rekenkamer langs, gekscherend, na 3 maanden, zeg maar, hoeveel woning heb je nu van het aardgas af? Dus zeg maar, deze lessen, deze vragen die Maarten nu stelt, dat zijn de correcte vragen. Hoe we het doen, is alsof het verduurzamen van woningen een soort technisch project is wat je van bovenaf door kan duwen. Ik heb zelfs een wethouder meegemaakt dat hij dacht na 2 jaar wel klaar te zijn met zijn middelgrote stad. En dus na 2,5 jaar maar iets anders is gaan doen. Ik denk van ja, als dat het beeld is van waaruit we aan de slag gaan, dan staan we nog heel ver af van de vraagstukken die hier naar boven komen. Ja, dus het is geen quick fix, maar is dan zo'n coöperatieve aanpak en die ook stimuleren, is dat wel echt perspectiefrijk wat jou betreft? Kijk, als je voordat je gaat opschalen is sowieso, het gaat om een huis. En het idee dat een wethouder kan besluiten wat je in je huis doet, ja, is niet heel. Dat hij dat kan, maar toch denken ze dat. Dus dat betekent dat je eigenlijk een vraagstuk hebt waarbij je 8 miljoen huiseigenaren, als het over woningen gaat, in beweging wil laten komen om te verduurzamen. Verduurzamen klinkt al veel beter dan van het gas af. Want eigenlijk zeg je nu, we willen 8 miljoen huiseigenaren vragen iets niet meer te hebben wat ze nu wel hebben. En het beviel allemaal perfect. En nu moet je het niet meer hebben. Wat heb je dan gewonnen? Ja. Dus verduurzamen, daar gaat het over. Verhaal, en dan vervolgens, ja, maar vraag maar aan je mensen van je omgeving. Degene die dan echt aan het verduurzamen zijn geweest, hebben altijd wel een soort diepe dalen verhaal te vertellen. Het is nog niet zo gemakkelijk. Dus als we nou eens eerst met elkaar constateren, omarmen, dat het complex is. En dan ook zeggen, ja, dus die inclusiviteit die in het boord. Dus voor iedereen moet het een oplossing zijn. Dat betekent dus niet dat je zegt, van nou, zoek het maar uit. Hier heb je zoveel €1000 en ga maar aan de slag. Dat gaat gewoon niet werken. Nee. Dus in feite is er maar één oplossing. En dat is dat je zorgt dat het samen gebeurt. Nou, dat kan met een warmtenet. Maar als je dat doorduwt, als je zegt van, nou, jij moet nu een warmtenet. Iedereen het verzet. Dus waar het over gaat, is dat je een proces weet te ontwikkelen die op zichzelf al een stapje vooruit gaat helpen ten opzichte van waar je vandaan kwam, want anders doet niemand mee. En vervolgens het op een of andere manier aantrekkelijk en leuk maakt om mee te doen. Ja. Nou, en die stappen, daar staan we nu op het
punt dat we die conclusies trekken. Oh, wacht, misschien moet het zo. Dus die conclusies zijn nog niet getrokken. Okay. Echt, ik denk dat 9 van de 10 projecten gewoon nog gaat over hoe rammen we het er doorheen. En dan op een gegeven moment zeggen we, het gaat wel langzaam. Ja, het schiet zelfs helemaal niet op. Hoe zou dat komen? En dus we zijn bijna zover dat we de conclusie trekken van wat daar net is gezegd. En is er nog voor jou nog een verschil tussen hoe je dat zou moeten doen, zeg maar, in groeiende steden zoals in het Westen versus zeg maar steden waar steeds minder inwoners zijn, waar hier is gezocht in dit geval Limburg? Nee, dus op het moment dat je een goede coöperatieve aanpak hebt, ik zit in een project waar we zo'n standaard proberen te ontwikkelen, dan denk ik dat als je die kan doen, dan kan je dat doen dat in meerdere steden. We vragen ook die wijken om mee te denken over hoe kan je dit standaard maken op een manier dat het steeds makkelijker en sneller gaat. Waardoor ze ook zelf eigenaar worden. En dan zie je dat je langzaamaan erin groeit. En dan merken we dat het eigenlijk veel meer gaat over dat je een paar keuzes echt lokaal, iedere wijk is anders, maar dat je die lokaal mee te maken. En tegelijkertijd elke huis. Is niet elk huis hetzelfde. Als je nu een cv-ketel bestelt, wordt er ook eerst gekeken wat past er bij jouw huis. Maar een cv-ketel bestellen kan iedereen. Ja. En dus op die manier kan je zeggen, ja, dus dat is maatwerk in cv-ketel. Ja, dat is absoluut maatwerk. Ze doen het in 4 uur, omdat het volledig gestandardiseerd is. Dus als je op die manier gaat redeneren, dan kan je ook wijkoplossingen, al of niet van grote warmtenetten, kleine warmtenetten, misschien zelfs gewoon isoleren van de woningen, warmtepompen of nog weer andere oplossingen. Maar dan zo kant en klaar weten te krijgen dat je dat overal kan doen. En dat je ook het oosten kan leren van het westen en andersom. Maar dat is daar zie ik geen oosten en westen. Geen groot verschil. Nee, dat zie ik niet. Dus, ik heb wel gezien dat je in sommige wijken, zeker van woningcorporaties, heb je echt een heel ander startpunt. En daar kan ik me voorstellen dat er een andere route wordt gekozen. Ja, oké. Paul, die wijk, we hebben hem al vaak langs horen komen. Die wijk als soort van de cruciale schaal voor verduurzaming. Misschien nog wel meer de wijk dan de regio. Is nou wat jou betreft ook die wijk en die verduurzaming van die wijk ook een kans om die omgevingskwaliteit groter te laten worden? Of is het vooral een technische oplossing waarbij we op huisniveau moeten aan de gang gaan? Nou, misschien eerst, want je gaat er vrij snel overheen. Hè? Dat is toch interessant dat die tussenschalen belangrijk worden. Dus regionaal niveau is echt best wel belangrijk. Als je de kaart van Nederland bekijkt, dan zie je natuurlijk wel gebieden waar demografische behoorlijke problemen zijn met krimp. Maar tegelijkertijd is de afstand tot die pitten waar wel die groei zit en die economische kracht, die is echt niet zo heel erg groot. Hè? Dus die verantwoordelijkheid nemen op dat regionale schaalniveau is denk ik wel een cruciale factor. En daar moet je elkaar ook leren kennen. Nou, daar hadden we het net over. Die regionale schaal die komt eigenlijk als vrij natuurlijk omhoog. Daar is geen bepaald democratisch construct voor. Dat hoeft ook niet, denk ik. En hetzelfde zie je gebeuren op het wijkniveau. Dat zit er ook weer net tussen. Tussen dat huishouden en die gemeente in. En dat is toch interessant om te zien dat daar een interessant speelveld zich afspeelt. En op het wijkniveau wordt het denk ik van die technische oplossing, of die technische vragen. Ik denk wel eens, daar gaat het ook van de kwestie van de 1,5 graad die we mondiaal moeten halen, veel meer in de richting van de Sustainable Development Goals. Dus veel bredere agenda die je daar opeens. En zou je dan een concreet voorbeeld kunnen noemen waar ziet worden? Hoe zeg maar een wijk ook gewoon als leefomgeving van ons allemaal kan verbeteren als we investeren in die duurzaamheid? Ook nou ja, ik vind zelf echt een heel inspirerend voorbeeld het werk wat gedaan is bij de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam voor Bospolder Tussendijk. Al een heleboel jaren achter elkaar is men daar echt heel letterlijk in een wijk die niet al te best voor staat aan de slag om te kijken van hoe gaan we een verandering hier teweeg brengen. En dan is het echt heel interessant om te merken dat natuurlijk mensen die wat armer zijn, niet per se niet over die toekomst nadenken en daar niet mee bezig zijn. Misschien zelfs meer mee bezig zijn nog. Hè? En dus dat is interessant om je dat te realiseren. Dat die kracht die in zo'n wijk zit echt heel bijzonder is. En ook de verbeterkansen die er in zo'n wijk aanwezig zijn, natuurlijk gigantisch zijn. Hè? Dus dat is ook de andere type agenda waar je mee naar binnen moet treden. Hè? Dus tegelijkertijd is die wijk ook zo'n wijk waar men van het gas af moet. En tegelijkertijd kan je dat ook op een heel andere manier invullen. Dus ik vond heel interessante voorbeelden die daar
gemaakt zijn, ontwerpen van aanpassingen aan die bestaande bebouwing, waardoor eigenlijk het veel beter past bij de vragen van die mensen. En daarmee dus niet een... er wordt iets niet afgepakt, er wordt iets toegevoegd en dat aan die zaken. En dat is de dus essentie. Ook, ja. En daarmee is dus ook, zeg maar, bevolkingsdaling niet een specifiek hobbel om wel met elkaar dat wenkende perspectief van zo'n wijk absoluut niet. En ik denk ook, we moeten onderkennen dat er in heel veel van die wijken ook sleutelfiguren aanwezig zijn die zich verbonden voelen met die wijk, die daar een belangrijke rol spelen als schakel tussen allerlei bevolkingsgroepen. En die moeten we natuurlijk veel meer in hun kracht zetten. En daar, dat lukt ons maar niet, hè? Dus we walsen daar overheen met ingewikkelde programma's en folders en noem maar op, en studies enzovoort. Terwijl die kracht zit veel meer in die community, en die moet je zien aan te boren. Ja, dankjewel. Hanna Laura, jij bent met heel veel mensen vanuit de City Deal bezig met biobased bouwen. En eigenlijk kunnen we die hele grote bouwopgave nou ook doen met biobased producten, voor een deel in Nederland geteeld. Zie je nou ook dat biobased bouwen, biobased verbouwen, biobased renoveren als kansrijk voor wijken waar het aantal bewoners staag daalt? Of is dat daar eigenlijk Ja, dat denk voor? Ik wel. Dat zagen we ook in deze leerlijn eigenlijk heel concreet. Dus Superlocal is een project die is gestart in Limburg. En volgens mij Rolturkelveld is een voorbeeld die ook langskwam in de leerlijn. Daar gaan ze echt met circulaire materialen aan de slag. Dus dan heel erg dus praten over dus de wijk. Dus mensen die daar woonden, wilden gewoon gebruik maken van die materialen die vrijkomen als je gaat slopen. En dat zie ik in meerdere. Dus daar kunnen we echt leren van een krimpend gebied. En eigenlijk heb je te veel van alle vastgoed daar. Maar hoe kun je dat regionaal ook benutten? En daar merk ik wel een heel veel gedrevenheid van de mensen. En ik vond het mooi, als ik bij deze leerlijn houd, dus in Venlo, zeiden ze ook, wij willen echt verduurzamen met People, Planet, Profit. Maar ook een pleasure. Dus ik denk dat als je hebt over biobased, dan gaat het ook over de vergroening van een stad. Kunnen we het ook gezonder maken, mooier maken, fijner maken voor ons allemaal en voor de aarde? Ja, dat is eigenlijk ook net wat Paula zei. Hè. Maak een wenkend perspectief en dan gaat iedereen graag mee. Misschien nog even voor de mensen thuis. Ga vooral via de Mentimeter ook mee in het gesprek. De code is in beeld. Stel een vraag. Misschien een vraag voor Maarten. Ook als hij dadelijk niet meer achter de kansel staat, zullen we nog steeds die vraag bij hem kwijt kunnen. Maar ook vragen natuurlijk aan de mensen hier aan tafel zijn. Van harte welkom. Oké, heel veel dank Maarten Hoorn voor jouw verslag van de leerlijn Duurzaamheid en Demografie. Dan gaan we nu door naar de tweede leerlijn. Die heet Democratie en Energie. Dat is weer zo'n mooie combinatie van twee aspecten die je misschien niet meteen op de eerste gezicht bij elkaar zou verwachten, maar die toch uiteindelijk heel betekenisvol voor elkaar blijken te zijn. Maartje van Lieshout, adviesbureau Wing, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Jij hebt deze hele leerlijn opgezet en getrokken. Zou je ons kunnen meenemen in wat het jullie heeft gebracht, zodat wij allemaal kunnen delen in deze ervaring? Ja, zeker. Dank je wel voor de uitnodiging. Aan mij de eer om wat te vertellen over deze mooie leerlijn. Het was echt waanzinnig om hem te mogen trekken. Ik heb zelf ook heel veel geleerd. Ik heb vandaag een selectie moeten maken. Ik hoop dat ik er het goede uitlicht. Dus de leerlijners die thuis meekijken, vul aan en stel vragen via die Mentimeter. In deze leerlijn zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van inzichten op basis van beschikbare kennis en ervaringen over hoe inwoners direct participatie en indirect representatief betrokken kunnen worden bij ingewikkelde keuzes die gepaard gaan met de energietransitie. En dat hebben we gedaan in twee fysieke, kon toen nog. En toen kwam corona en drie online bijeenkomsten met ongeveer 30 deelnemers. Heel enthousiast en divers veld van mensen. En de inzichten die ik eruit heb gelicht, eentje was in de eerste bijeenkomst al, hebben we gekeken naar wat is eigenlijk ons gemeenschappelijke idee van democratie. Wat verstaan we om de ruimtelijke kwaliteit en regionaal samenwerken hadden we als casuïstiek. En dan als het gaat om democratie viel erg op dat we eigenlijk een soort
algemeen beeld hadden van democratie een vrij nauwe definitie, dat het vooral gaat om beslissingen van de meerderheid of consensus bereiken. Maar als je democratie wat breder opvat, meer ziet als een proces van checks en balances, waarin bijvoorbeeld ook protest een hele belangrijke vorm is, een vorm van publieke verantwoording, dan krijg je een veel bredere idee van democratie, wat ook in juist die complexe opgave meer ruimte geeft. Nou, vond ik een mooi inzicht. Een ander inzicht wat we in de eerste bijeenkomst opdeden, ging vooral als het gaat over regionale samenwerking. En dan vielen eigenlijk twee dingen op. Ten eerste de rol van de burger. Die raakt soms een beetje ondergesneeuwd als we het hebben over regionaal samenwerken of in de regionale samenwerkingen zelf. En die hangt samen met de tweede, die rol van bijvoorbeeld raadsleden in regionale samenwerkingen. Want het regionaal samenwerken aan zich is al ingewikkeld. Dat gaat dan ook nog over ingewikkelde thematiek in deze leerlijn over de energietransitie. Waar je zelf als raadslid of als volksvertegenwoordiger, het ging ook over de AB-leden en de statenleden, misschien nog niet alle kennis over in huis hebt. Het volk wat je vertegenwoordigt heeft die kennis ook nog niet. En jij bent bezig met samenwerken waarbij je het belang van je eigen partij overstijgt door vanuit jouw gemeente een belang in een regionaal verband waar te maken. Dus dat levert wat dilemma's op. Die kwamen aan de orde. En we hadden daar ook gelukkig wel wat inzichten over hoe we daar wel mee om zouden kunnen gaan. En eentje die ik eruit wil lichten is bijvoorbeeld om meer te gaan denken en werken in zogenaamde soft spaces. Een term die door Maarten Haaier ook geadresseerd is. Het idee dat je in ruimtes, plekken bij elkaar komt, lekker laagdrempelig, waar beleid, praktijk, wetenschap met elkaar in gesprek gaan. Zonder agenda's, zonder belangen, maar van elkaar leren. Nou, dat zou een manier zijn waarop je meer op een gelijk kennisniveau en gelijk belangenniveau kan komen. Een andere ding wat naar voren kwam als het gaat over regionaal samenwerken is dat bijvoorbeeld gemeentes niet op de snelheid werken. De een is nog hier, de ander is al daar. En hoe je daarmee om zou kunnen gaan, kwam naar voren, is door meer adaptief te werken. Niet iedereen hoeft allemaal even snel alles te beslissen en alles te doen. Dus hoe kan je in procesontwerpen van verschillende snelheden, waarin verschillende spelers op hun eigen moment hun beslissingen nemen en hun dingen kunnen doen. Dan gingen we in de tweede bijeenkomst op visite bij de provincie Noord-Brabant. Hebben we gekeken naar de casus A16. Een mooie casus waar men bezig is met het plaatsen van heel veel windmolens. En we zijn in gesprek gegaan met de gedeputeerde om echt vanuit zijn waarde, waar hij voor staat, te leren over waarom dit een succesverhaal is. Een heleboel inzichten uit die bijeenkomst. En sommige misschien wat voor de hand liggend. Ik loop er gewoon doorheen. Een eerste, de heldere rolverdeling over in de bestuurlijke samenwerking. Bijvoorbeeld gedeputeerde staten is aanspreekbaar op de ruimtelijke kwaliteit. Burgemeester en wethouders op de lokale en de financiële participatie. Maak dat vooraf helder. Zorg voor de participatiekaders vanuit de gemeenteraden, zodat ook een gedeeld proces is. Ook al is de provincie in de lead. En plaats volksvertegenwoordigers op de eerste rij. Zet ze niet in een toeschouwerrol. Nou, hier sluit ik mooi aan ook op wat eerder is gezegd over die coöperaties. Een gelijk speelveld, want de ene coöperatie is de andere niet. En de ene heeft niet het kennisniveau van de andere. Streef niet naar 100% consensus. En daar hebben we dat democratische gedachtegoed weer. Maar onderzoek bijvoorbeeld welke belangen er spelen en waar de tegenstrijdigheden in zitten, zodat je daarop verder kan gaan. En ondersteun je medebestuurders. Ga ook eens bij anderen op bezoek en maak zichtbaar dat je daar samen aan werkt. En tenslotte was hier koppel de beleidsurgentie aan de gebiedsurgenties.
In de volgende bijeenkomst zijn we aan de slag gegaan met burgerinitiatieven in weerstand. We hadden een energiecoöperatie uit Zuid-Limburg. En man van de dorpsmune in Reduzem, een dorp in Friesland. En de inzichten die we hier hebben opgedaan is... kwam ook net bij Maarten al mooi naar voren. Kijk niet alleen naar de energietransitie, maar ook naar de maatschappelijke meerwaarde en het verbeteren van de omgevingskwaliteit. Dus het is een onderdeel van een groter verhaal, van een ontwikkeling in een bepaald gebied, in een bepaalde wijk, waar je meerdere dingen kan realiseren als je ook aan die energietransitie werkt. Iedereen moet mee kunnen doen. Die kwam net ook al aan de orde. Dus is van belang om een gedeelde kennisbasis te hebben. En om die kennis van de overheid, wetenschap en de inwoners naast elkaar te leggen. Natuurlijk ook de praktijkkennis. Het gaat om een dialoog over het gebied. Raakt aan mijn eerste punt. En ik wil hier tenslotte nog noemen. Die rol van die coöperaties die net ook al aan de orde kwam. Dat een vorm kan zijn, afhankelijk van hoe ze georganiseerd zijn en wie er allemaal in zitten, die beter aansluit bij de lokale en de sociale culturele context. En dat je daarmee een bepaalde vorm van draagvlak kan krijgen, afhankelijk weer van hoe je het opzet en insteekt. De laatste casus, de laatste bijeenkomst ook, hebben we gewerkt aan de... of met de voorbeelden uit de wijkgerichte aanpak aardgasvrij in Rotterdam. En ik denk dat dit, wat ik ervan begrepen, wel een goed voorbeeld is van de aanpak aardgasvrij. Kijk zo meteen even naar Pallas of ze daar ook mee eens is. We hadden hier onderzoekers van de Erasmus Universiteit aan het woord. En liet eigenlijk heel mooi zien dat in die wijkgerichte aanpak in Rotterdam voor maatwerk per wijk is gekozen. Want het uitgangspunt was, de burger bestaat niet en ook de aanpak bestaat niet. En in lijn daarmee was een van de adviezen die naar voren kwam, sluit dus aan bij die verschillende leefstijlen. Experimenteer, differentieer en combineer. Het hoe en wanneer van betrekken van inwoners, ja, dat is heel afhankelijk van je lokale context, maar ook heel afhankelijk van de inwoner. De ene wil gelijk aan de voorkant betrokken zijn, de andere als al duidelijk is wat er gaat gebeuren. De een houdt van een leuke brainstormsessie, die ander wil dat iemand van de gemeente gewoon op bezoek komt om te vertellen wat er mogelijk is. Dus verschillende manieren van werken, maatwerk voor verschillende burgers, voor verschillende wijken. Belangrijk bleek ook het in Rotterdam in ieder geval het ontzorgen als het gaat om het aardgasvrij maken. Veel mensen hebben daar grote vragen bij, weten niet wat ze te wachten staat. En dat sloot heel erg aan bij al die wijken in Rotterdam. Dus dat zou wel een bepaald principe kunnen zijn wat je dan ook elders zou kunnen inzetten. En tenslotte hebben initiatiefnemers in zo'n omslag ruimte nodig. En dat past bij een meer uitnodigende manier van besturen. Dus behalve dat je dingen faciliteert als bestuur, als overheid, kan je ook uitnodigend besturen, dingen mogelijk maken, initiatieven ondersteunen, enthousiasmeren, aanmoedigen. Dat soort woorden horen daarbij. Sluit ik af. Heel erg bedankt voor de aandacht. Heel veel dank, Maartje. Ja, en denkt u nou thuis, hier wil ik over meepraten. Ik heb een vraag, ik heb een opmerking, ik heb een hartekreet. Vergeet niet de Mentimeter. 699-20462 is de code. Hij is ook weer in beeld, dus doe vooral mee. Ja, energie, democratie. Misschien Pallas, jou, die eerste vraag. Ook hier hoor ik, hè, die hele gedifferentieerde aanpak. Maatwerk, dat is eigenlijk wel belangrijk. Als ik dan me probeer te verplaatsen in een netbeheerder, ik doe dat niet dagelijks, dus misschien kun je me helpen. Ik zou daar wel een beetje buikpijn van krijgen, want ja, als alles maatwerk is, hoe kun je dan nog een beetje een functionerende energiehoofdstructuur krijgen? Hè? Als het overal anders gaat en nergens gewoon de grote structuren kunnen worden uitgerold. Ik denk dat dan misschien de challenge officer geen oog meer dicht doet bij Alliander, of zie ik dat verkeerd? Ja, kijk, we hebben het hier over de woningbouw.
Misschien een stukje mobiliteit. En kijk, als je het hebt over je energieinfrastructuur, komt erop neer dat zolang er allemaal beleidsdocumenten zijn, hebben we niks. En dan zeg je, waarom ben je niet begonnen? Ja, dit was een document die morgen weer anders kan zijn. Sterker nog, ik zie lokale overheden onderling concurreren op welk van de documenten bovenliggend is ten opzichte van de ander. En daar ook weer mooie tekeningen van maken en die op de muren hangen alsof het daarmee waarheid wordt. Dus daar kan je echt helemaal niks mee. En dat is eigenlijk best wel verschrikkelijk. Dus vervolgens gaat het al, ja, waarom lukt dat dan niet? Nou, dan komen we midden in het verhaal van Maatje uit. Ik zeg, ja, wacht even. We hebben het hier over bijvoorbeeld een regionale schaal met gemeenteraden die dan nauwelijks betrokken zijn. Dus die voelen zich dan ineens, dan krijgen ze een document en dan moeten ze ja zeggen, want moet volgende week opgeleverd worden. Het proces was niet duidelijk, de informatie ligt niet op tafel, de kennis is niet gedeeld, het proces heeft niet plaatsgevonden. En misschien gaan ze dan akkoord met dat er windzoekgebieden komen of iets in die geest. Maar daarmee liggen ze er nog steeds niet. En dan zie je, er komt inderdaad sociale cohesie, maar dat is dan van de weerstand van de protestacties. Dat creëert ook sociale cohesie. En uiteindelijk komt het dus gewoon allemaal niet. Dus een zorgvuldig proces leidt tot keuzes, leidt tot dat je iets kan aanleggen. En leidt ook dat het niet meer heel erg gedifferentieerd is, maar dat je misschien best wel een grote gebaar kan maken. Ja, dus en dan zeg van oké, we hebben wat we in de woonwijken doen. Kijk, dan kan je voor zoals hier ging geloof ik windmolens en zonnevelden en verduurzaam van wijken gingen allemaal door elkaar heen alsof het één geheel is. Maar op het moment dat je bij wijze van spreken zegt van nou, dit wordt de oplossing voor aardgasvrij. En dan gaan we volgend jaar kijken wat we doen met elektrische auto's. Dan welk net moet je dan aanleggen? Dus zeg maar, en vervolgens kan je dan een wijk, een dorp, of nou, wat ga je eigenlijk in dat gebied doen? Ik geloof dat jij net landbouw even naar boven haalde. Daar gebeurt ook van alles. Dus wat we laatst meemaakten was dat dan veehouderij uitgekocht. Dan ligt daar ineens tientallen hectares. Oh, weet je wat? We kiepen er even zon op. Iedereen blij. Nou, toch niet helemaal. Want daar ligt geen netwerk. Dus zeg maar, op het moment dat je dat ook niet bij elkaar brengt. Dus zeg maar, je kan dat vanuit het net bekeken niet één voor één doen. Want het is allemaal één infrastructuur. En dus wachten jullie eigenlijk totdat het uitgekristalliseerd is? Nee, we zitten nu ook maar gewoon in het wilde weg netten aan te leggen. Het is in de hoop dat het goed komt. Omdat er zoveel netten nu gevraagd worden. Dat is gewoon onvergelijkbaar met ooit. Ja. Dus als je dan denkt, nou, nu hebben we voor woningbouw en oplaadinfrastructuur. En dan twee weken geleden komt dan de wensenlijst van de industrie uit. Dus of je dat stukje ook nog even een net kan aanleggen waar we weliswaar de vorige versie 100 jaar over hebben gedaan, maar of er nu zoveel bij kan. En het moet wel uiterlijk die datum klaar zijn. Ja, maar goed. Dus jij zegt in ieder geval, zorgvuldig proces, dat willen we natuurlijk op zich allemaal, zorgvuldig proces. Alleen de vraag natuurlijk, het speelt op verschillende schaalniveaus tegelijk. Jullie kijken natuurlijk naar het net. Uiteindelijk, bij wijze van spreken, is het ook het proces op wijk of misschien nog wel lager niveau. Dat is natuurlijk lastig om dat zorgvuldig op al die schaalniveaus tegelijk te doen, kan ik me zo voorstellen. Nou, eigenlijk zeg ik, we blijven steeds redeneren vanuit de losse modaliteiten. En per modaliteit creëer je een planning. En dat probeer je doorheen te krijgen. Dat is een soort opdelen van de taak als een operationeel manager. En als jij nou dat doet en jij nou dat en jij nou dat, en dan kijken we later wel hoe het weer bij elkaar komt. Dat werkt niet. Nee. Dat werkt niet vanuit je infrastructuur. Het werkt ook niet als bewoner. Want zo. Dus het woord leefwereld, systeemwereld kwam langs. In de systeemwereld heb je termen als effectiviteit en efficiëntie. En daar, dat zijn je enige maatstaf. We doen die oplossing, want die is efficiënter. Dat is de manier hoe je kijkt in de systeemwereld. Ja. In een leefwereld gaat het erover, nou, bijvoorbeeld die woorden als pleasure komen dan langs. Past het geheel? Is het hier fijn? Vinden we dat, is dit iets wat we samen kunnen doen? Zulke andere termen. Als je die niet aan elkaar gaat verbinden, dan gaat het uiteindelijk leiden tot een geduldig stuk papier wat nooit waarheid wordt. Ja, dankjewel. Paul, ik zou het ook eigenlijk over het landschap willen hebben. Want als ik denk aan energietransitie, ik denk aan een democratisch proces, ook lokaal ingebed en ook gedifferentieerd.
dan denk ik meteen aan hagelslag. Ik weet niet hoe dat komt, maar dan denk ik aan wind op allerlei plekken, zonneplaneten waar ze toevallig nog konden, overal een beetje. Hoe hoor jij dat? Zo'n gedifferentieerd proces, kunnen we daar ook nog een aantrekkelijk landschap mee creëren? Ja, goed. We zijn natuurlijk een beetje de vaardigheid verleerd om tegelijkertijd het grote gebaar neer te zetten, hè, de richting te duiden, het concept in je hoofd te hebben en de uitvoering daarvan gestalte te geven. En we hebben daar fantastische ervaringen mee in het verleden. Hè, en niet voor niks, dat moest ook heel vaak in Nederland om op die manier te werken. En dat ontbreekt, denk ik. En dan krijg je dat effect wat je beschrijft. Hè? Dat als we niet een klein beetje houvast hebben in de hoofdlijn, maar vervolgens alleen maar op projectniveau uitonderhandelen in de ruimte, als het ware, ja, dan krijg je die hagelslag. Maar dat is natuurlijk in principe helemaal niet nodig. Hè? En wat is er dan nodig wat jou betreft om die hagelslag te voorkomen? Nou, kijk, ik denk het fundamentele probleem in Nederland ligt daar nog even een stap boven. En dat is denk ik dat de afstand tussen de perceptie en de werkelijkheid in Nederland gewoon veel en veel te groot is. En dat heeft te maken met onze huidige politieke cultuur, met onze bestuurders. En als je niet bereid bent het eerlijke verhaal te vertellen, dan leeft het driekwart van Nederland in de veronderstelling dat we echt heel erg goed bezig zijn. En we hebben toch die mooie rapporten en we hebben toch dat fantastische onderzoek en we hebben toch dat enorme ontwerptraditie en dat zit toch allemaal helemaal snor. De realiteit is natuurlijk echt het tegenovergestelde. En met die afstand tussen perceptie en realiteit is het heel erg moeilijk om verandering voor elkaar te krijgen. Hè. Dus ik ben heel erg eens met die lessen van een soort van gedeelde kennisbasis. Die is buitengewoon belangrijk. En ik denk ook dat als je daar het eerlijke verhaal vertelt en dat je het eerlijke gesprek aangaat, dat mensen ook heel erg goed begrijpen dat er ergens ruimte moet worden gevonden voor die verandering. Want het eerlijke verhaal dat Nederland gewoon echt gaat veranderen. Het eerlijke verhaal dat Nederland gaat veranderen, dat ook nog betrekkelijk snel zal moeten. Hè? En dat echt van iedereen vraagt dat we op een andere manier. We hebben daar allemaal mee te maken. We krijgen daar allemaal mee te maken. Hè? Dus daar ontkom je niet aan. En zolang wij denken dat onze duurzame energieproductie, om eens maar wat te noemen, 4-5 keer meer is dan dat het in de realiteit is. Nou, ik weet niet hoe de huidige stand van zaken is, maar dat zijn gigantische verschillen. Hè? Als wij gewoon met elkaar als maatschappij denken dat we het eigenlijk heel goed onder controle hebben. Hè. Er wordt ook op die manier over gepraat. We gaan het klimaatprobleem oplossen. Ik bedoel, het is echte onzin. We moeten daar een heel ander en heel veel eerlijker verhaal over vertellen. En pas dan ontstaat de mogelijkheid om echt met elkaar in beweging te komen. En dan vinden we denk ik ook wel weer die vaardigheid om te zeggen, oké, we weten misschien niet helemaal zeker of we deze grote beweging moeten maken, maar we weten het wel ongeveer en we gaan daarmee aan de slag. En we zullen ongetwijfeld ergens spaanders vallen, maar we hebben wel een richting. Ja. Hè, ruimte voor de rivier is natuurlijk het voorbeeld wat iedereen dan meteen aanhaalt. Daar is en de grote lijn en de uitvoering die in elkaar grijpen, omdat het ook helder is waar we met elkaar aan werken. Ja. En dus dat kan volgens mij heel erg goed. Maar dat begint wel even bij het eerlijke verhaal. Dankjewel, helder. Er komen wat vragen ook uit het land. Bijvoorbeeld Ivy de Bruin. Zij is helemaal enthousiast geworden over dit samenwerkingsverband. Ik denk dat ze ook nu acuut zich aanmeldt als landmaker. Dat kan nog zeker een half uur. Dan gaat de site uit de lucht. Maar doe dat vooral. Zij werkt bij SDG Nederland, de Sustainable Development Goals, als projectleider voor de SDG Alliantie. En ze vraagt zich eigenlijk af of we ook rondom dit thema met die SDG-agenda aan de gang zouden kunnen. Misschien even ook een vraag aan jou. Maartje, hebben jullie het ook over die Sustainable Development Goals gehad in die leerlijnen? Of is dat eigenlijk iets wat internationaal heel erg belangrijk is en wat vooral bij buitenlandse zaken wordt gepropageerd, maar waar wij zelf eigenlijk nauwelijks mee werken? Niet in die praktische invulling van de leerlijnen. Nee, het is meer een soort uitgangspunt. Daar werken we met z'n allen aan. En de focus was gewoon echt op de cases die centraal stonden en die twee thema's. Ja. Ja. Oké, maar zou het, even misschien hier aan tafel, zou het verstandig zijn om veel meer met die goals gewoon ook op tafel, ja, al die processen aan te pakken? Ja, ik vind het een heel goed voorbeeld weer. Hè. Dus wij hebben echt het gevoel dat die SDG's voor Nederland eigenlijk niet nodig zijn.
Dat hebben we toch allemaal onder controle. Dat is toch dat is voor de Global South of de rest van de wereld. Daar hebben we die Sustainable Development Goals zijn echt heel belangrijk. En in Nederland niet echt. Ik bedoel, dat is natuurlijk in andere landen echt heel anders. Die worden veel meer doorvoeld als de basis van waaruit je werkt. En ik denk dat het ons land zou sieren, een klein beetje nederig. En ook zeggen, ja, nee, klopt, dat is eigenlijk het uitgangspunt. Dat is het framework waarvanuit we werken. Misschien Hanne-Laura, met de Binnenlandse Zaken, het ministerie van Ruimtelijke Ordening nu. Misschien dat we daar een ander ministerie krijgen. Maar de Sustainable Development Goals spelen daar volgens mij niet in die vorm een heel belangrijke rol. Zou dat wel misschien wat zijn voor een nieuw kabinet en een nieuw ministerie? Ik denk dat het heel goed zou zijn dat wij ook de hele palet, weet je, wij zijn gewend om een eendimensioneel bril op te zetten. Ik denk dat het heel goed zou zijn als wij echt een combinatie zou maken. Maar ik wil even zeggen, weet je, als ik dit verhaal, ik krijg bijna een buikpijn en ik denk echt dat wij allemaal een beetje in de Pippi Langkou zouden moeten gaan. Dus ik heb het echt nooit gedaan, maar ik denk dat ik wel kan, weet je. Dus dat had ik eigenlijk ook in de leerlijn met die wethouders en gedeputeerden die daar waren. Het heeft te maken met die kwetsbaarheid en durf, weet je. Wij moeten het allemaal leren. Dus het is echt voor ons als generatie echt iets nieuws. Ja. Nee, maar ik vind dat je haalt wel een punt naar boven. Dus besef, die nederigheid zit daar ook in. Van ik heb het nog nooit gedaan. Besef dat het een stuk ingewikkelder is dan je dacht. En ga vol goede moed op pad. Ja. Overigens is mijn beleving met de SDG's in Nederland dat in dat eerste jaar zo'n beetje iedereen ging kiezen welke 3 of 4 in hun organisatie van toepassing was, waarmee de rest buitenspel werd gezet. En waardoor het eigenlijk een soort shoppen werd. Als het zo uitkwam, haalde je hem erbij. Ofwel, dat moeten we repareren. Ofwel, wat ik nu zie, is dat veel vaker de term brede welvaart naar boven wordt gehaald. Als een soort integrale toetssteen. Als je zo'n project doet, bijvoorbeeld in Rotterdam, in zo'n wijk, moet je redeneren vanuit die brede welvaart. Mm. En ook, dit is zeker een manier om vanuit te kijken. Sommige dingen zijn misschien oké, maar alles wat je doet, moet het dan niet slechter maken. Ja, en eigenlijk zijn dan misschien ook die SDG's vergelijkbaar met het concept brede welvaart, wat zich nu aan ontwikkelt. Je kan dat op elkaar plotten en dan komt er redelijk overheen. Ja. Dus het is ook even, welke werkt nou precies op een manier dat het voor mensen goed voelt. Van, ten opzichte van alleen maar naar geld kijken, weet iedereen, dat is niet goed. Maar waar moet ik dan wel op letten? Nou, dan komt er een hele scala. Ja. En als de vogels dood uit de lucht vallen, dan was het niet goed, hè? Nee, was het niet goed. Goed, heel veel dank. Heel veel dank ook Maartje van Lieshout. Niet alleen voor deze presentatie, maar zeker ook voor het trekken van deze leerlijn. Wij gaan een derde leerlijn met elkaar bespreken. Grensoverschrijdend samenwerken. En dit wordt ook een grensoverschrijdende activiteit, want we gaan met Rien van der Wal, werkzaam bij de Verenigde Delta Metropool, maar volgens mij oorspronkelijk vanuit België naar Nederland gekomen. Goedenavond, ja, dat klopt. Fijn dat je er bent, van harte welkom. En jij neemt ons mee in wat deze leerlijn heeft opgeleverd. Dankjewel. In mei en juni van dit jaar, dus in volle coronatijd toch wel, ging Vereniging Delta Metropool in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning op zoek naar de succesfactoren en de aandachtspunten voor grensoverschrijdend samenwerken. En dat in de domeinen van ruimte, mobiliteit en landschap. We hebben met een tiental experten gesproken uit kennis, beleids- en praktijkhoek. En zij hebben met ons hun ervaring gedeeld. En op basis daarvan denk ik dat we de essentie van grensoverschrijdend samenwerken kunnen samenballen in de volgende 8 punten. Allereerst, grensoverschrijdend samenwerken is omdenken. Grensregio's zijn sterk georiënteerd op hun nationale kerngebieden, de Vlaamse Ruit of de Randstad. En door die gerichtheid ontstaat er een gevoel van periferie en van achterstelling. Er is een perspectiefwissel nodig om de kansen van grensoverschrijdende krachtenbundeling te zien, hè, op gebied van zorg of onderwijs bijvoorbeeld. Hè. Bijvoorbeeld een gemeentebestuur aan de grens moet durven om zijn grondgebied te zien als deel van de ruimtelijke ontwikkeling van een stad aan de overzijde. Ten tweede, grensoverschrijdend samenwerken is elkaar leren kennen. En daarmee trap ik misschien een beetje een open deur in.
Maar het is toch belangrijk om dat expliciet te maken, want misschien overschatten we het belang van regelgeving en van grensoverschrijdende structuren, zoals de EU-regio's of de Duits-Nederlandse Commissie voor Ruimtelijke Ordening. In de basis gaat het eigenlijk om mensen en het zijn zij en de vaak informele netwerken tussen hen die op het terrein het verschil maken. Als dat ontbreekt, dan valt die samenwerking vaak terug op crisisbeheersing of belangenbehartiging op een projectniveau. Grensoverschrijdend samenwerken is ten derde ook over en weer erkennen wat nodig is. Is dat misschien opnieuw een open deur? Wel, in werkelijkheid zien we dat er weinig kennis is van en begrip voor de ruimtelijke agenda aan de overkant. Het is cruciaal om grensoverschrijdende samenwerking als opgave en als praktijk van het nationale en deelstaatniveau naar de regio te brengen. Er moet op regionale schaal een inzicht zijn, een gedeeld inzicht zijn in wensen en urgenties. En eens als die gezamenlijkheid er is, in en vanuit de regio, dan kan er wederzijds vertrouwen ontstaan en eigenaarschap. En dan zijn verschillen in cultuur en in regelgeving gemakkelijker overbrugbaar. Ten vierde, grensoverschrijdend samenwerken is iets doen. En daarmee onderstrepen we het belang van samenwerken aan een concreet project. Laat zo een concreet project, een concreet dossier slagen en er ontstaat vertrouwen. En op basis van dat vertrouwen kunnen dan weer andere opgaven worden opgepakt of kan op een meer structurele manier het gesprek over de toekomst van de grensregio gevoerd worden. Ten vijfde, grensoverschrijdend samenwerken is elkaars planningscultuur begrijpen. En onder planningscultuur verstaan we het geheel van waarden en standaarden die zich dan vertalen in gewoontes, in regels, in procedures in het domein van ruimtelijk beleid en ruimtelijke praktijk. Kennis van en inlevingsvermogen in elkaars structuren en culturen is belangrijk om succesvol grensoverschrijdend samen te werken. Breng die verschillen van bij aanvang van een proces transparant in beeld. Stem ze op elkaar af ook, zodat iedereen zijn eigen gebruikelijke processen daarin kan herkennen. Grensoverschrijdend samenwerken is ten zesde ook de grens doorgronden. Een gedeeld begrip van urgenties staat of valt natuurlijk met een goede kennis van de grensregio en de grensoverschrijdende relaties. En daar schort het al vaak, omdat data ontbreken of data niet op elkaar aansluiten. Verkeersmodellen bijvoorbeeld, die communiceren niet met elkaar. Of projecten of subsidies stoppen aan de grens. Een advies uit de grensstreek tussen Frans en West-Vlaanderen, waar al 30 jaar op gebiedsniveau grensoverschrijdend wordt samengewerkt, besteedt projecten in duo aan, laat ze ook in duo uitvoeren en bouw een sectoroverschrijdende projectenportefeuille zodat ruimtelijke win-wins vroegtijdig kunnen worden vastgesteld. Grensoverschrijdend samenwerken is ten zevende innoveren. En dat innoveren dat moet gebeuren in drie opzichten. Allereerst, grensregio's moeten creatief omgaan met verschillen in nationale wet en regelgeving. Bijvoorbeeld nationale certificaten om voor wilde paarden die in dit geval de grensmaas oversteken. Dus het gaat om loslaten van systemen en van kaders. Er kan ook ten tweede bestuurlijke drukte ontstaan. Dus het is belangrijk om structuren voor bijvoorbeeld projectleiding, om die niet onnodig te gaan verdubbelen. Maar tegelijkertijd moeten ook wel de juiste partners aan tafel komen en moet er verbinding gezocht worden met partijen, niet-institutionele, niet-overheidspartijen, die vaak al actief zijn op het terrein. In het grenspark Groot-Saaftingen leerden we dat daar een horizontale samenwerking is ontstaan met zogenaamde stakeholders. Vonden we een interessante les. En tenslotte liggen er ook kansen voor het verhogen van ambities in dat grensoverschrijdend samenwerken. De North Sea Port, grensoverschrijdende haven, die heeft beslist om in lijn met de Nederlandse klimaatwet tegen 2030 de CO2-uitstoot met 55% te verminderen. En dat in het hele havengebied, ook al ligt er aan de Belgische kant nog geen plan klaar. En tenslotte, grensoverschrijdend samenwerken is samen een verhaal schrijven. We hoorden het al eerder in dit programma vandaag. Het gaat om mensen, dat zei ik ook al eerder,
En dat is een kracht, maar tegelijkertijd ook een zwakte. Zeker als we denken aan de langere termijn. Want die mensen die veranderen van functie of van dienst. En ook structuren en bevoegdheden verdwijnen of verschuiven. Ja, en dan komt de continuïteit natuurlijk in gevaar. Dus het is belangrijk om de complexiteit die eigen is aan grensoverschrijdend samenwerken niet te laten gaan doorwegen. En daarom moet er een verhaal geschreven worden, samen een verhaal geschreven worden, waar een wervende kracht van uitgaat en waarin mensen gaan geloven. En we denken dat het landschap een aantrekkelijk vertrekpunt is voor zo'n gedeeld verhaal, omdat daar weinig institutionele weerstand op zit en daaruit ook mooie samenwerkingen met de civiele samenleving kunnen ontstaan. En van daaruit kunnen dan meer complexe opgaven als stedelijke ontwikkeling of mobiliteit worden opgepakt, waar de overheid een grotere rol in speelt of waar meer financiële inspanningen voor worden gevraagd. En dat zijn volgens ons 8 mooie uitgangspunten om met grensoverschrijdend samenwerken aan de slag te gaan. Dank Rien voor jouw hele heldere 8 punten. En dank ook met jou natuurlijk alle mensen die met jou in de leerlijn zaten. Ja, grensoverschrijdend samenwerken, wij zeggen dat natuurlijk heel vaak. Wij vinden dat allemaal heel belangrijk en we doen het eigenlijk zelden. Dus misschien toch even, het zijn 8 heldere punten, maar kunnen we nou de vinger op de zere plek leggen? Waarom vinden we het zo moeilijk? En waarom is het niet vanzelfsprekend? Hè? Dat eerste kaartbeeld waarbij we dus herkennen de kaart van de NS van Nederland. En we zijn helemaal verbaasd dat er aan de andere kant van de grens gewoon ook een spoorwegnet ligt. Ja, dat is toch fascinerend. Dus dat is, zo is onze mindset. Niet overal kan je doorrijden met de trein, hoor. Nee. Er zijn 3 treinovergangen, heb ik begrepen. Dus, maar waar hangt dit nou op? Waarom doen we dit niet? Ja, ik denk dat... Kijk, het mooie van grensoverschrijdende, de punten die je verzamelt, ik ken ze volledig. Ik ga nu uitleggen wat mijn functietitel betekent. Dus kijk, jij zei, vind een mooie titel, maar dat is waarschijnlijk omdat je een betekenis eraan hecht. Ik heb expliciet gekozen voor een titel die nergens bestaat, dus ik kan hem zelf invullen. Maar waarom ik hem zo koos, is dat je de opgave centraal stelt. Dus niet de organisatie, niet je taakje, maar de opgave. En wat je doet, kan bijdragen aan die opgave. En je zou ook in plaats van opgave het verhaal centraal kunnen stellen. En op het moment dat we het verhaal centraal stellen van een gebied, van een opgave, van waar je mee bezig bent, van de transities en hoe je dat bij elkaar brengt, dan vraag je aan een ieder, hoe wil je erbij betrokken zijn en wat kan je bijdragen en wat wil je eruit halen? Dat is zo'n ander gesprek dan wanneer we zeggen, nou, dit is mijn regio en ik noem maar even iets. Dan is er in de regio hier een discussie over, kunnen we proberen de aanlanding van elektriciteit, van windparken op zee, naar dit gebied te halen. Terwijl het daarna op het hoogspanningsnet gaat en als het 80 kilometer verderop komt, heb je precies evenveel stroom. Dus het is waar zit dan dat idee dat je dat naar je toe moet halen? Dus dit is een voorbeeld van wat ik gewoon op... Dit is één voorbeeld, je kan er zo 1000 noemen. Iedereen wordt automatisch in onderhandelingscultuur. Zelfs het hele COP, COP26... als je alle tijd doorkijkt, uiteindelijk gaat het uitsluiten allemaal over onderhandelen. Het begint eerst met de mensen tegenover elkaar te zetten en kijken wie het langst overeind blijft staan. Als dat de manier is waarop we die transities gaan doen, gaan we het niet redden. Dus deze 8 punten zijn eigen soort van dat moet onder ieder kussen. En dan moet je iedere dag voor het slapen gaan en als je opstaat weer en kijken, oh ja. Nee, maar dan lukt het wel. Dus ga niet concurreren. Het is namelijk een gezamenlijke opgave. En maak er een mooi verhaal van. Ja, maar goed, dus, creëer je ook nog een mooie toekomst per ongeluk. Maar dat gezamenlijke verhaal maken we dus dan toch niet snel grensoverschrijdend, samen met onze buren, ja, in Duitsland of in België. Ja, het is het mooie ervan. Kijk, het is een barrière. Ergens. Ik heb aan de grens gewoond, op verschillende plekken. Ik ben ook nog bij Parkstad laatst geweest, waar ze dat gingen uitleggen, dat dan het fietspad nu ook doorloopt. En dat ze zelfs de roosters voor... dat als er brand op de ene plek is, dat de ander kan helpen. Allemaal van dat soort dingen. Dus die hebben praktisch een aantal dingen geregeld. Maar per saldo, als ik er naar kijk, ik voel dat verschil niet zo. Ik snap de regeltjes die anders zijn en dat je daar voorbij kan komen. Maar in essentie, of je nou 2 regio's in Nederland hebt of een regio over de grens, iedere keer zien we hetzelfde patroon. En dat patroon moeten we gewoon voorbij. Ja. Kom op, ja, precies. En dan even dan Paul, want
dan denken we vaak, als we nou maar veel infrastructurele verbindingen leggen, dan kunnen we in ieder geval, dan hebben we contact. Uit deze leerlijn blijkt natuurlijk ook dat eigenlijk die verkeersverbindingen eigenlijk onvoldoende zijn om echt ook grensoverschrijdend samen te werken. Want er zijn nog allerlei andere barrières, vooral in het hoofd en cultureel en juridisch en fiscaal en zo. Denk je nou eigenlijk dat dat ruimtelijk domein en die ruimtelijke planning en toch waar we met Wij Maken Nederland mee bezig zijn geweest, heeft dat in zich om wel die stap over die grens te maken? Wat zijn nou die potenties van dat ruimtelijk ordeningsdomein om wel grensoverschrijdend te gaan werken? Nou, kijk, ik denk dat het heel leerzaam is om je te realiseren dat die problemen aan de andere kant van de grens minstens zo groot zijn als aan deze kant van de grens. Dus dat is al heel louterend. En dan vind je elkaar daar ook in. Hè. Dus ik heb zelf het gevoel dat we dat wel zullen moeten gaan doen. Maar stap 1 is denk ik wel even het speelveld iets groter maken weer. Hè. Dus ik denk echt dat we toegaan naar een grotere Europese samenwerking. Zeker in die verduurzamingsslag zal Europa, dat hebben we ook zo afgesproken, echt in de lead komen. En dan is het belangrijk om je te realiseren dat we hier in een delta zitten die groter is dan alleen maar ons eigen land. En dus als je dat beeld al duidelijk maakt van we zijn hier echt onderdeel van een hele grote verstedelijkte delta, kunnen we dat eventjes met elkaar benoemen en vasthouden. Hè? Hier hebben we het echt met elkaar te rooien. Nou, afgelopen zomer hadden we een paar buien achter elkaar en dat leidde echt tot hele grote problemen aan de andere kant van de grens. Kunnen wij zeggen van nou, we hebben het mooi gedaan met ruimte voor de rivier, bij ons is er niks gebeurd, maar onze directe buren, daar zijn wel 200 mensen, meer dan 200 mensen dood gegaan. Hè? Dus met andere woorden, we hebben echt met elkaar aan die grote opgave te werken. Dus ik denk het speelveld groter maken, en dat is stap 1. En stap 2 is, en dat vind ik ook weer fantastisch aan wat we hier hebben gedaan, is gewoon elkaar echt heel goed leren kennen. Dat was ook een van die aandachtspunten, want je merkt toch dat het het is de little differences, hè? Daar zit het hem in. En het is toch in de manier waarop je je opstelt, is het al heel anders. Die Nederlanders die willen altijd weer, wat Rien ook al zei, doe iets. Maar er zijn andere manieren om over problemen na te denken, die veel meer gaan over relaties tussen mensen bijvoorbeeld. Wij hebben te leren, toch? Wij moeten vooral tijd nemen, vertragen en ruimte nemen om meer dan een broodje kaas elkaar ook echt te leren kennen, zeg maar. Absoluut. Dus ik denk dat daar heeft het vaak veel meer zin om heel veel geld in ingewikkelde processen te steken, om die dan maar in treinkaartjes te stoppen, om elkaar gewoon echt werkenderwijs te leren kennen. Dat is ook echt heel erg inspirerend, kan ik je verklappen, want er gebeuren enorme ingenieuze, leuke, interessante dingen. We zijn er echt heel dichtbij en die zijn net anders, waardoor het echt inspirerend raakt. En de derde stap, wat ik ook wel echt van geleerd heb, dat was die van de North Sea Ports. Dus af en toe moet je ook gewoon zeggen van nou, maak het niet ingewikkeld, we gaan het gewoon doen. Dit is het project wat we nu even hebben. We gaan die havens samenvoegen. Een haven van zowel aan de kant van Terneuzen en Gent. Ja, en dat is even het project nu. We smeden die havenbedrijven aan elkaar. En vervolgens komt de rest. Hè, want dat heeft natuurlijk effecten op dat hele ruimtelijke inrichting van dat hele gebied. Dat weten we allemaal. En dat heeft te maken met regelgeving enzovoort enzovoort. Maar dat komt daarna wel. Ja. En dat lukt eigenlijk alleen maar, dat werd ook heel mooi beschreven, als je al een soort basis hebt waarop je elkaar kent. En je denkt, ik heb vertrouwen dat we dit met elkaar gaan oplossen. En snapt dat je samen een probleem hebt en wellicht ook samen dus de oplossing en iets gaat doen. Dat hebben we ook geleerd. Ja, en dan volgt daarna die andere dingen. Juist. En Hanne-Laura, dus in de praktijk, grensoverschrijdend, natuurlijk schrijnend met de watersnood in Limburg, maar ook op allerlei manieren is dat gewoon aan de gang. Is het beleid naast de praktijk ook al zover dat we gewoon nu grensontkennend werken als default kunnen gaan omarmen? Nou, als ik dit hoor, dan denk ik ook aan onze kaarten uit de Novi. Ik denk ook met Paul, weet je, dat moeten we echt grensoverschrijdend gaan doen. Dus die verbeelding, daar hebben we echt iets te doen. Dat heel veel kaarten houdt er gewoon op bij de grens, zodanig dat er niks aan de andere kant is. Maar ik denk ook in het mentaal, dus cultureel, dus dat we elkaar leren kennen. Dus met de plantdag hebben we echt 30 jaar geleden ook iets opgezet
Ik heb 6 jaar in het bestuur gezeten. Dus daar kruisen onze wegen in. Maar dus daar hebben we echt met de Belgen ook aan tafel gezeten, informeel, om te kijken van hoe zitten de plannen. Ik denk dat je daarmee met... Ja, het is eigenlijk een heel licht instrument om elkaar af en toe 6 keer per jaar te leren kennen, 1 keer per jaar een dag te organiseren. Dan doe je iets met elkaar. En zo leer je echt die cultuur van elkaars land te kennen. Volgens mij moeten we dat veel, veel meer doen, het informele. Maar dat laat niet staan. Natuurlijk moeten wij ook infrastructureel, met fysieke ingrippen, met middelen, dat ook echt gewoon faciliteren en gaan doen met elkaar. Dus daar zit ook heel veel, ook in de middelen en de regelgeving, zitten wel huppels. Absoluut. Ja, daar heb ik al genoeg via de Mentimeter ook inderdaad het grensontkennend samenwerken, hè, wat dus de nieuwe norm zou moeten worden. Maar ook een vraag hoe eigenlijk langs die Nederlands-Belgische landsgrens die grens langzamerhand niet meer als barrière kan worden gezien voor duurzame ontwikkeling. Zijn er nou al handvatten om dat te gaan doen? Bijvoorbeeld met het gezamenlijk plannen van windmolens. Ik weet niet, Rien, is daar op bepaalde onderdelen nu echt al het gevoel van, nou, dit zijn thema's die we gewoon altijd grensoverschrijdend aanpakken, of zijn we pas aan het begin van dat bewustwordingsproces? Ik zou toch durven zeggen dat er op gebied van landschap- en natuurontwikkeling heel veel grensoverschrijdende projecten echt bottom-up vanuit die regio en vanuit die gezamenlijk gevoelde opgave aan het ontstaan zijn. Dat lijkt mij het domein waarop vooralsnog de meeste actie gebeurt. Andere domeinen zoals mobiliteit, die zijn dan veel complexer. Vandaar dus ook dat advies van begin met een landschap waar iedereen zich in herkent. Zo'n heel sterk identiteitsbepalend verhaal. En bouwen van daarop verder. Ja, nee, dat is een helder punt. Dus ook eigenlijk wat we ook al in de eerste leerlijn hoorden, hè, vanuit het wenkend perspectief gaan starten. En in dit geval ook eigenlijk het wenkend perspectief gekoppeld aan het landschap, wat ons allemaal bindt. Dus als je dan kijkt naar Aken, Maastricht, Heerlen, dat is eigenlijk één stedelijk gebied. En de mobiliteit is daar absoluut niet op ingericht. Dus dat is eigenlijk een vrij simpel voorbeeld van hoe je op een hele andere manier kan kijken. Ja. En daar horen andere investeringen en andere afwegingen bij. Als je naar de havens kijkt en rond Zeeland en Terneuzen en de industriële gebieden daar, dan zie je dat in die industrie de toekomst gaat over nieuwe infrastructuur, op een andere manier samenwerken. Warmte wellicht, CO2, waterstof. En die stappen worden nu ook al verkend. Er zijn hier en daar ook projecten die al grensoverschrijdend zijn. Maar juist daar zie je dat, ook daar als je die opgave centraal stelt, dat je tot en ook het gebied, niet die grens ontkennen, dat lijkt me een goede term daarvoor, dat je dan tot hele andere oplossingen komt en ook veel verder komt. Ja. Oké, heel veel dank Rien. En ook met jou, alle mensen die aan de leerlijn grensoverschrijdend samenwerken hebben gewerkt. We hebben geleerd dat we dus met elkaar vanuit het wenkend perspectief het gezamenlijke verhaal werken. We gaan ontzorgen als we kijken naar de leerlijnen. Dat hebben we eigenlijk bij 2 leerlijnen ook gezien. Hè. Zorg dat je de burger ontzorgt, dat je het organiseert. Ja, daar was ik het nog niet mee eens. Oh, je wil niet ontzorgen? Nee, dat is die term die komt van commerciële bedrijven. Die willen dat je 1 keer bij het kruisje tekent en daarna nooit meer wat zegt, want je bent ontzorgd. Dus waar het over gaat is dat je mensen in staat stelt zelf hun keuzes te maken, zonder dat ze alle diepe details van de gebruiksaanwijzing door moeten. Je krijgt toch ook niet een beschrijving van je benzinepomp voordat je een auto bestelt. Nou, zo gaat het bij energie nu wel. Dus dat is niet ontzorgen. Dat is gewoon dat het gewoon niet klopt hoe het nu gaat. Maar we proberen het dus wel makkelijk te maken, zodat mensen aanhaken dus, en kunnen snappen dus, wat hun... Dus waar het over ging, dat het proces centraal komt te staan. En in dat proces dat iedereen zijn eigen tempo, zijn eigen keuzes kan maken. Dat vind ik een hele andere conclusie. Ja. Dank daarvoor. We omarmen in het vervolg de SDG's en noemen ze misschien soms brede welvaart. En we denken als Pippi Langkous, want we hebben het nog nooit gedaan, dus we denken wel dat we het kunnen. Dank hiervoor. Volgens mij is het nu een mooi moment om eens even nog vooruit te gaan kijken, voordat we dadelijk met elkaar afscheid nemen van het mooie platform Wij Maken Nederland. Want het werken aan Nederland en het maken van Nederland, dat houdt natuurlijk absoluut niet op. Sterker nog, we zijn als het gaat om de actie misschien pas net begonnen, zeg maar.
Dus ja, ik ben er wel benieuwd. Hè. We hebben nu natuurlijk... wat is nu wat ons betreft zeg maar, de grootste urgentie om aan te gaan werken? Misschien is het leuk om, Paulus, nog even bij jou terug te komen. Want jij bent natuurlijk ook lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Jullie hebben net een advies uitgebracht. Dat heet Geef Richting, Maak Ruimte. Nou, dat is volgens mij een advies in een hele indrukwekkende reeks van adviezen. Hè. We hebben ook adviezen gehad van de commissie Harbers en IBO-RO en Planbureau voor de Leefomgeving. En, nou goed, dus, ik kan nog wel een aantal adviezen noemen. Dus kun je misschien heel kort vertellen wat nou eigenlijk dit advies is afgelopen week uitgekomen. Wat eigenlijk gaat over hoe maken wij Nederland. Wat dat nou onderscheidt van wat er al is gezegd. En wat wij in ieder geval hier niet mogen vergeten. Ja, dus eigenlijk komt dit advies op exact diezelfde, dus aan het begin van het gesprek zo van ja, Anna Lange zei van ja, toen we 6 jaar geleden begonnen, wisten we dat er iets moest gebeuren, maar we konden het allemaal nog niet benoemen. En nu zitten we in zo'n fase dat alles op je afkomt en je niet weet hoe je dat nou werkelijk een stap verder kan brengen. Dus het lijkt wel op sommige punten alsof het hetzelfde zijn als 6 jaar geleden, maar zeg maar, still confused with higher level. On a higher level, ja. En dit rapport komt dan eigenlijk vanuit die gedachte, ja, maar hoe moeten we dat dan gaan doen? Hoe kan je nou die overvraging van de ruimte, die complexiteit van alle verschillende bestuurslagen, iedereen bemoeit zich overal mee, maar wat gebeurt er dan eigenlijk? Hoe kom je tot een besluit? Hoe moeten we dat nou tackelen? En het liefst heb je dan dat ze zeggen, nou, dan moet je gewoon zo doen en dan ben je klaar. Maar dat is het dus niet. Het is, en dat zie je ook, van ja, eigenlijk zie je op alle bestuurslagen dat het door de jaren heen allemaal wat is uitgehold. En voor een deel ook gewoon omdat er geen geld meer naartoe ging. En voor een deel ook omdat de gedachte was dat we wel klaar waren als Nederland. En op daarmee, het Rijk moet zijn eigen rol weer pakken. Er staat, Rijk, pak je rol. Ja, welke rol is dat dan? Nou, geef richting. Maak die doelen nou duidelijk. En zo, elk van die niveaus. Ja, maar dat vond ik opvallend. Ik heb het gelezen. Er stond Rijk inderdaad, wees sterker, geef richting, ga sturen. Maar ook provincie wordt sterker, gaan sturen. Gemeente precies. Wordt sterker, burger, doe mee. Ja. De markt moet meedoen, de TBO's, de democratie moet weer zegevieren. Dus eigenlijk moet alles meer en alles moet sterker. Maar nou ja, kunnen we dus daar iets van profiel aan geven? Ja, dat profiel zit hem er dus eigenlijk in dat je... Nou, dat is waarom ik net nog even dat woord proces naar voren haalde. Want dat kwam hier ook terug. Je hebt een duidelijkheid nodig in hoe je van begin tot eind er doorheen komt. En nu is het eigenlijk van... Nou, er worden wel wat, nou, wat ik in het begin ook zei, wat algehele doelen neergezet. Maar als het niet echt landt tot in de ruimte... Ik mocht niet op de tafel slaan en denk nou toch. Als het niet echt landt, dan weet je uiteindelijk niet wat je moet doen. Of gebeurt het niet, of... Dus nou, hoe kan je nou vanuit die algehele doelen, en dan zie je het zo in een soort stapsgewijs, beschrijven van, en dan kom je er wel. En dat betekent dus dat je die doelen ook doorvertaalt, dat je er ook bij blijft. En dat is die expliciete rol vanuit het Rijk die gesteld wordt. Maar ook de provincie, die ook richting die regio's, wat Paul net al eerder, die regio's die op een bepaalde manier naar boven komen, ja, die hebben ook die support nodig vanuit die provincie. Dus dat betekent, eerder werd al gezegd, hebben we de provincie nog wel nodig? Ja, pak gewoon je rol. En hoe onderscheidt dan die rol, even om het preciezer te maken? Dus het Rijk moet wat jullie betreft dus die overkoepelende, aansprekende, visionaire doelen stellen. En die provincie die gaat ermee. Ja, en die provincie moet dat dan weer een slag concreter maken, zodat je je ruimtelijke ordening krijgt op de manier dat tot in de bestemmingsplannen toe door kan werken. Iedereen laat het nu net te vroeg los. Iedereen laat het net een beetje hangen. Iedereen doet net even niet helemaal tot het eind. En dan wordt er geroepen, dan moeten we nu burgerfora inzetten. En als je niet uitkijkt, creëer je met een soort van, nou, we doen het niet in de gemeente, we doen het in de regio. Ja, en wat daar is besproken, daar kunnen we nou ook niks meer mee. Ja, maar dus dat je moet nu een beetje paradoxaal, toch? Wat jullie zeggen, van er moet meer burgerfora, dus, staat ook in het advies. Ja, maar wat er ook bij al deze dingen staat, hou dat huis van Thorbecke gewoon vast. Ja. En ga dat juist omarmen. En geef vervolgens daarbinnen die inhoudelijkheid plek voor het. En dan komen we terug op wat bijna elk gesprek vandaag hierover ging. Dat je die integrale afweging creëert. Ja. En daar zit dus, stel die doelen en maak het tot het geheel. En zorg dat het lokaal integraal bij elkaar komt. En dat,
En dat is dus geen quick fix, zoals het er staat. Maar het is eigenlijk, moet je alle vakjes weer even goed op orde brengen. Ja, en dus ook die verschillende stappen van het proces blijven volgen, aangehaakt blijven en door die schalen heen werken. Paul, wat is wat jou betreft nu echt cruciaal om verder te kunnen maken aan Nederland? Want daar gaan we gewoon natuurlijk mee door. Nou ja, goed, ik heb het advies overigens nog niet gelezen, dus ik ben erg benieuwd naar. Want ik denk wel dat er maar één cruciale stap die daar wel in gemaakt moet worden, is dat we natuurlijk op dat rijksniveau zeker af moeten van die Januskop. Hè? Dus dat beeld van we hebben al onze doelen, we hebben het allemaal zo goed voor elkaar. En tegelijkertijd niet echt die keuzes durven maken die daarachter volgen. Ja, dan hou je die verlamming die we op dit moment hebben. Hè? Dus ik denk dat is echt fundamenteel. En die keuzes maken, daar kijk je mee naar het Rijk. Ik denk dat het daar echt begint op dit moment. Hè? Want op het moment dat daar geen fundamentele verandering plaatsvindt, dan volgen die anderen niet. Kun je een voorbeeld geven van een fundamentele keuze die nodig zou zijn? Het nieuwe kabinet luistert ook. Die hebben even pauze nu, een formatie. Nou goed, we hebben het de afgelopen maanden ook over gehad. Van je moet afscheid nemen van een aantal dingen. En als we dat niet doen, dan kan je hoog of laag springen. En ik denk één hele fundamentele is die van de landbouwtransitie. Hè. Dus we moeten echt af van die veestapel in dit land. Dat gaat gewoon niet anders. Dat is gewoon volstrekt duidelijk. Nou, dat is zoiets wat eigenlijk iedereen al lang weet. Dat is een voorbeeld van wat jij dan een eerlijke boodschap noemt. Ja, en dan moet je gewoon zeggen en naar handelen. En dan gaan we niet nog opnieuw bedenken hoe we het probleem weer weg kunnen rekenen, want we gaan dit probleem niet wegrekenen. En ik denk, er is wat dat betreft ook wel echt iets aan het veranderen, merk ik. Deltares heeft die versnelde zeespiegelstijging in beeld gebracht al een tijdje geleden. Dat is recent nog weer herhaald door het KNMI. En ik denk echt dat is een gamechanger. Want als je dat even goed tot je daad doordringen, dan besef je dat Nederland eigenlijk een endangered country aan het worden is. Hè? En zeker in Europa. Hè? We hebben niet heel veel medestanders die op diezelfde manier onder druk staan als land, hè? Fundamenteel. Ja. En natuurlijk kan je zeggen, van, nou, dat gaan wij allemaal niet meemaken. En dat geloof ik ook wel. Hè? Maar de dingen die we nu bouwen, die gaan dat wel meemaken. Dus dat betekent dat alles wat we nu in ons land inrichten, dat we ons daar rekenschap van moeten geven, dat fundament daar echt niet meer is zoals we dat kennen. Ja. En ik denk dat is een belangrijke gamechanger. En ik hoop dat dat ook die urgentie aanzet. Ja. Is die urgentie, wordt die al gevoeld wat jou betreft? Merk je nou, onvoldoende. Dus ik denk wel, er zijn op dit moment veel mensen bezig om die langere termijn, hè, echt goed in beeld te krijgen. Ik denk dat zou voor ons ook gezamenlijk een heel belangrijke agenda kunnen zijn. Om te zeggen, van, nou, okay, we hebben die opgave in beeld. We weten ook eigenlijk wel een klein beetje welke kant we op moeten. En we weten een aantal dingen waar we echt afscheid van kunnen nemen. Maar die lange termijn, die moeten we echt heel zichtbaar in beeld krijgen. En nou, ik denk dat zou wat mij betreft heel goed zijn als ons dat lukt. Ja, begin with the end in mind, heeft Covey ons al geleerd. Ja, nou ja, goed, precies. Hè. En ik denk, er zijn nu een aantal partijen tegelijkertijd bezig om te bedenken van hoe gaan we dat met elkaar doen. Ik denk die nieuwe coalitie die hierna gaat plaatsvinden, die moet op dat gedachtegoed gestoeld zijn. En dat zorgvuldig in beeld brengen. Ik denk wel dat dat een hele ingewikkelde kwestie is. En zeker als je het kijkt vanuit een soort van ontwerpend onderzoekbril, dan wil je toch altijd laten zien wat voor kansen er in die toekomst lichten. En misschien zijn er ook wel eens hele vervelende boodschappen die uit die wat verdere toekomst naar boven komen. Ja. Hoe ga je daarmee om? Dat is denk ik een vraagstuk waar we gewoon nog niet genoeg aandacht voor hebben. En dat moeten we wel met elkaar leren om dat ook moed te brengen. Het is ook veel moed voor nodig natuurlijk om dat verhaal te vertellen. Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Dus Hanna-Laura, wat is wat jou betreft zeg maar nu cruciaal als we denken aan het maken van Nederland? Wat komt voor jou meteen bovendrijven? Ja, ik ben geograaf. Ik zeg niet sociologisch, maar geograaf. En dat is echt de mens en aarde in verbinding met elkaar maken. En volgens mij is dat echt cruciaal, dat we sociaal en fysiek aan elkaar gaan koppelen. Het gaat over mensen in het land, die misschien ook al decennia, generaties misschien een bepaald beroep hebben
zoals boeren hebben gehad. En dat wij vragen nog wat veel van mensen. Dus dat gaat over die transities, dat we gaan veranderen. En volgens mij moeten we dat eerlijk gesprek ook met elkaar voeren en gaan doen. Jij noemt ook lange termijn, korte termijn. Volgens mij is het echt de tijd nu voor actie. Dus op heel veel dingen. En ik ben zelf nu bezig met biobased bouwen. Dus daar zie ik echt die lange termijn doelstellingen voor circulaire economie. Voor 2050, dat we 100% circulair zijn. Dat die gewoon nu ook door de markt opgepakt worden. En dan zie ik dus dat er andere coalities. Dat is niet alleen één overheid. Maar we gaan ook met de markt, met de kennisinstellingen. We zijn ook bezig om echt onderzoek. Maar het vraagt ook dat we anders gaan werken. De vakmanschap ook anders. Dat wij de hele keten dus in beeld brengen en in beweging. Dus we hebben elkaar keihard nodig. En dat met elkaar organiseren en perspectief bieden. Maar ook, dan hebben we allemaal een rol. Dus daar ben ik wel blij met het RLI-advies. Dan hebben we allemaal een rol. Waar wij aan welke knoppen wij kunnen draaien. Omdat echt een aantal wissels moeten anders. Ja, dankjewel. Ik zou graag deze avond willen afsluiten door nog even gewoon meer persoonlijk. Hè, want wij zijn ook allemaal landmakers. Gewoon eens even te vragen van, oké, dit netwerk houdt in deze vorm op te bestaan. Het relatienetwerk blijft natuurlijk gewoon intact en zal misschien ook nog wel veel rijker worden. Maar wat gaan jullie nu allemaal zelf doen om verder te gaan met het maken van Nederland? Pallas, zou ik met jou mogen beginnen? Jij als landmaker. Ja, het is inderdaad het gevoel van, oh, er moet zoveel gebeuren. Ja. En ik doe dan ook zoveel verschillende trajecten. Dat, maar goed, dus ik denk dat het belangrijkste is, wat je kan ook uit vanavond en ook uit terugkijken, van wat we echt moeten doen is zorgen dat het integraal wordt opgepakt en dat je dus niet denkt van, dat doen we gewoon even zo. Dus dat is hem dus gewoon niet. En dat betekent dat het ontkennen van de complexiteit is het grootste probleem geweest van de afgelopen jaren. En naar de komende jaren toe, ja, daar moet hij dan dus zitten en gaat het gewoon doen. Dankjewel. Ik zou het ook leuk vinden om even bij de verschillende organisaties langs te gaan die de afgelopen 6 jaar natuurlijk het Wij Maken Nederland netwerk hebben gedragen. Ik begin even bij Maarten Hoorn. Platform 31 heeft absoluut volle bak meegedaan als landmaker en als drager van Wij Maken Nederland. Wat ga jij en wat gaat met jouw Platform 31 nu doen om verder te maken? Ja, ik denk dat een van de dingen die vanavond een aantal keren voorbij was gekomen en wat Maartje vrij expliciet benoemde, het creëren van soft spaces, dat ontzettend van belang is om te doen. En ja, daarbij denk ik, ik organiseer me suf aan allerlei soft spaces om constant ook aan de ene kant het gesprek over wat zijn nou de opgaven waar we voor staan, maar hoe kunnen we er ook voor zorgen dat we die opgaven met elkaar realiseren. Dat een belangrijke is wat we op heel veel verschillende thema's doen. Als het gaat over de verduurzaming, als het gaat over klimaatadaptatie, over de woningbouwopgave, over de combinatie van sociale en fysieke opgaven. Hoe kan je ook op een andere manier tegen de omgeving kijken als je dat beredeneert vanuit gezondheid, om maar een voorbeeld te noemen. Dus ik denk dat een hele belangrijke is vanuit het inhoudelijke, maar ook vanuit het procesmatige. Hoe doe je dat met elkaar? Wat zijn daarin bij die verschillende opgaven de verschillende verantwoordelijkheden voor mensen? Integraliteit, dat klinkt altijd wel als een goed toverwoord. Het is in de praktijk ontzettend lastig om dat voor elkaar te krijgen. Waarom is dat ook lastig? Daar willen we denk ik nog veel meer antwoorden op zien te krijgen. En hoe kunnen we dan ook voor zorgen dat we dat doen? Het gaat soms over het slim combineren van verschillende opgaven. Maar integraliteit betekent soms ook dat je harde keuzes moet maken, omdat lang niet altijd alles op elk punt kan. Ja, en hoe zorg je ervoor dat je dat met elkaar op een goede manier doet? En daar ga jij en daar gaat Platform 31 gewoon volle bak mee voort. En daarin zal ik integrale keuzes maken. En dat zal betekenen dat het me misschien niet lukt om alles te doen. Oké, dankjewel. Paul, jijzelf en de Vereniging Delta Metropool blijven ook volgens mij gewoon landmakers. Waar zit jouw energie en hoe ga jij nu de komende tijd verder met het maken van Nederland? Nou, ik denk, kijk, wat echt heel belangrijk is dat we die coalities in stand houden. Hè? Want dat is
wel de les. We zijn een klein land met grote problemen, grote opgaven. En we hebben echt elkaar nodig om dit te doen. Dus ik ben echt heel erg gemotiveerd om door te bouwen aan die coalities van verschillende clubs die misschien een beetje een intermediaire rol hebben, die misschien ook daarin net iets meer vrijheid hebben. Ik had het net over die lange termijn en hoe je die lange termijn naar hier toe haalt. Hè. Wat zijn die routes naar die toekomst toe die misschien ook een beetje hoop en verbeelding kunnen gebruiken. Het College van Rijksadviseurs is daarmee bezig. Ik denk dat het echt heel belangrijk om daarmee samen te werken. Maar ook met de marktpartijen. Dus Kuiper Compagnons bijvoorbeeld heeft volgende week een heel mooi forum wat ze zelf hebben uitgeroepen om weer die lange termijn op de agenda te krijgen. Land met een plan. Volgens mij moeten we daar ook allemaal ons bij aansluiten. En op die manier dat netwerk in stand houden en eigenlijk versterken en verbreden. Egbert zei het aan het begin ook. Ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is. Daar ben ik enorm voor gemotiveerd. En daar zullen we het van moeten hebben. Want dan kunnen we met elkaar ook die boodschap, denk ik, echt goed over het voetlicht krijgen. Ja, jij hebt ook afgelopen tijd gewerkt aan Nederland 2100. Ja. Ook zo'n mooie studie samen met de Universiteit Utrecht. Ja. Gaan jullie daar nog mee verder? Ja, zeker. Dus wij zijn erg gemotiveerd om echt in beeld te brengen wat die lange termijn behelst en kan behelzen. En welke afslagen daarin te nemen zijn eigenlijk als land. Dat zien we ook echt als een gezamenlijke opgave om dat met een brede coalitie te doen, maar ook om dat te proberen te verbeelden. Om weer die verbeelding gebaseerd op de kennis en de wetenschap, hè, dus van de Universiteit van Utrecht, andere universiteiten die ook op die manier aan boord zijn, om op basis daarvan weer die lange toekomst van Nederland te tekenen en te verbeelden en dat terug te halen naar verbinden wat betekent met dan, nu. Ja. Nu. Mooi, dankjewel. Hanne-Laure, ja, we zijn natuurlijk met jou begonnen als een van de aanstichters van het Jaar van de Ruimte en van Wij Maken Nederland. We gaan bijna de website op zwart zetten. Hoe ga jij verder als landmaker? Ja, ik heb altijd die lange lijnen, weet je, eindeloos gemotiveerd voor Nederland en om door te gaan. Eigenlijk toen hebben wij bedacht, wij gaan altijd een podium realiseren, elke 2 jaar. Ga gewoon mee door. Dus volgende jaar is de wereldtentoonstelling op Floriade in Almere. Dus daar gaan we gewoon een mooi feest van maken. Dus ik heb nu afgesproken met ze dat we in ieder geval elke maand daar met het netwerk kunnen komen. Dat wij daar kunnen proeven, zien en ruiken, voelen wat er allemaal kan met biobased circulaire bouwmaterialen. Dat we echt ook kunnen gaan verbouwen in Nederland. Dat we eventueel bossen of vezels kunnen gaan laten groeien in Nederland. Dus ik denk, wij zijn net begonnen en laten wij echt die verhalen en verbeelding ons helpen om er verder te komen. Dus dat we echt concreet kunnen maken, maar ook gewoon gaan doen, experimenteren. Dus, leuk, nou, ik krijg er helemaal zin in. Leuk dat ik ook nog je collega ben, dus dan kan ik daar ook mee in meegaan. Ja, heel veel dank iedereen hier aan tafel. Heel veel dank ook de inleiders net namens de verschillende leerlijnen. Ik wil ook eigenlijk nog met name even ook dus de bedrijven, dus Wing, heel veel dank. Ook Janne-Marie de Jonge, ze is hier vanavond niet, maar ze was ook een van de grote trekkers van dit initiatief Wij Maken Nederland. Dus heel veel dank aan haar. Ze is nu onder andere ook natuurlijk Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Dank Pakhuis de Zwijger voor het hier vanavond hosten, maar ook voor de afgelopen jaren het hosten van onder andere websites en allerlei bijeenkomsten. Platform 31 en natuurlijk de Vereniging Delta Metropool. Binnenlandse Zaken als initiatiefnemer. Maar ik zou ook eigenlijk vooral nu de landmakers willen bedanken die de afgelopen 6 jaar hebben meegedaan aan dit avontuur. En we hebben ze vandaag nog even geteld. Het zijn er 1099 die officieel zijn geregistreerd op de website. Dat is toch geen gering aantal. En ik weet uit eigen ervaring dat ook nog heel veel landmakers eigenlijk meer als soort van vriend verbonden waren met Wij Maken Nederland. Dus het waren uiteindelijk veel meer. Heel veel dank voor jullie niet aflatende inzet. En ook vooral heel veel plezier en succes met het verder maken van Nederland. Want daar zijn we natuurlijk nog lang niet mee klaar. De website die gaat dadelijk op zwart. Maar gelukkig, alle inhoud die blijft gewoon beschikbaar via een dossier op de site van Pakhuis de Zwijger. Alle podcasts, dus alle verschillende essays, de verslagen van bijeenkomsten. Ga daar vooral nog eens kijken. Het is goed gestructureerd, goed ontsloten. En dan ben je misschien ook meteen op de
Website van Pakhuis de Zwijger, dan kun je nog eens kijken of er ook nog een mooi programma te doen is. Volg ook natuurlijk gewoon de Novi nieuwsbrief, ook een manier om aangehaakt te blijven hoe vanuit de beleidskant nog heel erg wordt nagedacht en wordt gewerkt aan het maken van Nederland. En voor nu wil ik jullie allemaal een hele fijne, donkere tijd voor Kerstmis wensen. En heel veel dank voor het bijwonen van dit webinar. En graag tot de volgende keer in het maken aan Nederland.